China's President Xi Jinping kicked off the party's 19th Congress today with an endurance test for his audience. In a nearly 3.5-hour speech in Beijing, Xi laid out a sweeping vision for the next 5 years. 高举中国特色, 社会主义伟大旗帜, 决胜, 全面建成小康社会特色, 社会主义伟大旗帜, 决胜, 全面建成小康社会, 高举中国特色, 社会主义伟大旗帜, 决胜, 全面建成小康社会, 高举中国特色, 社会主义伟大旗帜, 决胜, 全面建成小康社会. A political bias. See, some have decided a priori what kinds of changes they want to see, and only such changes can be called political reform. The truth is, political reforms have never stopped. Compared with 30 years ago, 20 years ago, even 10 years ago, every aspect of Chinese society, how the country is governed from the most local level to the highest center, are unrecognizable today. Now, such changes are simply not possible without political reforms of the most fundamental kind. Now, I would venture to suggest the party is the world's leading expert in political reform. Oké, nou, dit is een mooie opmaat. Hartelijk welkom iedereen hier in de zaal en de mensen ook online. We weten nooit precies hoeveel dat er zijn, maar we hopen dat het er voldoende zijn. We zullen ons vooral richten op het publiek in de zaal, maar dat betekent zeker niet dat u thuis minder welkom bent. Mijn naam is Lili Sprangers, ik ben de manager van het Leiden Asia Center en dit is het tweede deel van een drieluik. Het eerste deel vond plaats hier op 2 juni. Het ging over de Chinese economie en vanavond praten we over het Chinese politieke systeem en we doen dat met twee deskundigen, die zal ik straks aan u voorstellen. De zaal hier is niet vol, zoals u thuis ook kunt zien. Dat kan de zaal zelf ook constateren. Dat heeft te maken met een virus wat hier heel erg actief schijnt te zijn, vooral in Amsterdam. En daardoor is het aantal plaatsen beschikbaar, maar er zitten hier toch zo'n 40, 50 gelukkigen, denk ik, in de zaal. Het feit dat het hier niet vol is, mag de pret niet drukken. Hoewel pret misschien niet het juiste woord is, want het onderwerp van vanavond is best wel zwaar. Het Chinese politieke systeem, hoe dat werkt, hoe dat functioneert, wat het effect is op 1,4 miljard Chinezen, in hoeverre hen dat begrenst in hun vrijheid. En dan praten we dus ook over de mensenrechten. Dat is al helemaal geen bijzonder vrolijk onderwerp. Goed, de man die u net zag afsluiten is Eric Li. Dat is een Chinese investeerder, een hele rijke man. Die goede connecties heeft met het partijenapparaat en ook vaak door hen wordt gevraagd om de partij in het buitenland te vertegenwoordigen. En we hebben hem ook gevraagd om ons vanavond te woord te staan door middel van een interview. Hij heeft niet gereageerd, maar we hebben iemand anders. En dat videootje, dat gaan we nu zien. Ik zal het even inleiden. Dat is een interview wat ik vanwege het tijdsverschil eerder heb gehouden met Fan Wenxin. Hij is geboren en getogen in Shanghai, studeerde daar ook, later aan de Harvard University. En hij werkt sinds 2017 werkt hij voor de Wall Street Journal vanuit Hongkong. Dat is wel belangrijk om te vermelden. Daarvoor werkte hij in Shanghai voor Bloomberg News en eerder was hij onderzoeker voor de New York Times. Nogmaals, dit gesprek is eerder opgenomen en hij heeft de versie die we laten zien, heeft hij ook gezien. Dus ik zou zeggen, start dat videootje. Fan Wenxin, thank you very much for joining us. You're in Hong Kong momentarily, and we're going to discuss the issue of the political system in China and why it is supported so widely by so many people, whereas in the West, people are very suspicious of the situation in terms of democracy, rule of law, and of course, human rights. Could you give us an idea what the average Chinese person thinks of the Communist Party and the Chinese government? An average person would think quite supportively of the regime, but not without criticism. So I would say the person would be on one hand quite cynical sometimes when it comes to issues that involves his own interest. But when it comes to national issue, especially a conflict in the world stage, he or she would be quite defensive for the system. So if you can
manage to reconcile these two ideas. That's an average Chinese. In this whole struggle between the United States and China, for instance, in the technological sphere or when it comes to the South Chinese Sea, most Chinese stand with their government, regardless of what they think of other aspects of this particular government. Is that right? Most Chinese, as far as we can see, in the realm of internet, social media systems, news, or if you do an interview on the street by a foreign press, that's kind of the impression you would get. There was mentioning of a recent Harvard research on the state of public opinion in China. Now, I think it's very difficult to get a grasp of the public opinion. How do you go about, if that is your business, in analyzing what people think? There's no pollings that are widely viewed as a way into people's political minds. So social media is probably the best place people go to get a sense. Now, having kept in mind that social media is somewhat manipulated, censored, managed, so you always have to take it with a grain of salt. On the other hand, you do get quite a, I wouldn't say accurate, but a good sense from the social media what people are talking about. I mean, you do sometimes see critical stuff against the government on social media, so you can't argue that the social media stuff is all fake. It does give you good stuff and bad stuff, which means you have to trust it to some degree. And through that lens, you can see quite a lot of support when it comes to national matters. Then with the media, social media and the regular media so being censored by the Chinese authorities, you would normally assume that people would look for foreign sources to get some idea of what is going on other than what they are told by the government. Now, there is, of course, a second Chinese wall, which is the wall, the digital wall, that is very difficult to circumvent. So apart from the fact that you have technical hindrances in getting to foreign news, it's also, of course, the fact that the majority of the Chinese people do not speak English or another foreign language. But when they hear of the situation or the way the foreign press accepted the main news stories in their countries, how do they in general react? Do they see it as a reliable source? Well, they can't, because they don't digest those information directly. So usually it's through translation or through things circulating on the web. So it's very difficult for an average Chinese reader to have a very up-close sense of what's in the international press. The stuff that did get into China are actually, not one-sided. I mean, usually you have a sense of what's being told in the foreign press. Sometimes the nuances are different, but it's not totally, like the facts part are not totally blurred. But it's usually the interpretation, the state press will have its own defense combined with, the reports. So you're kind of digesting a combination of, the foreign coverage and the interpretation. Now, without the chance to reading it yourself from the raw materials, you're kind of subject to, that interpretation a lot. And when it comes to Hong Kong, what is the general take in China on what happened in Hong Kong? Hong Kong is quite a different situation. Let's talk about the stuff from last year, because there are several stages of information flow. Initially, it's a little bit censored, but without a lot of assertive information injection into people's mind, meaning you could, at the early stage, back in June, July, you could see those protests in the news in China. Some of the stuff are censored, but for most of the part, you're digesting a sort of like a live stream kind of things. But then there was, things got out of hand a little bit in late July, early August. You could start to see some censorship. And later on, there's a different degree of information control. Very assertive message coming out of Beijing to, tailored to its narrative.
So there are different stages of news people got about Hong Kong back last summer, which could tell you like the degree of nervousness Beijing got. Now, the general take in the West is that the situation with respect to the expression of your own opinion has deteriorated over the past 4 or 5 years in China. Under such circumstances, you might expect that people would go out to the streets and protest against that, or that there would be a protest among academians or journalists. That has not occurred. Could you explain to us why that happens and how difficult it is to organize protests in China without running severe risks? People are less outspoken now than 5 years ago. It's also true people are not protesting against information control. You know, you're getting more scared to talk. Of course, you're getting more scared to go to out on the street to protest, right? The reason why we're not seeing a protest in mainland China that's similar to what we saw in Hong Kong is because of the sort of the hierarchy of agenda on people's mind. For the people in Hong Kong, freedom of expression is very high on their agenda, as well as democracy. In China, it's not. Even though people, you know, are aware, I guess, of censorship on the internet, they are also still enjoying the sort of the economic growth, which is slowing down, but it's still growing. This prospect of continued economic growth, albeit on a lower level, is this enough for the CCP, the Chinese Communist Party, to maintain its legitimacy? It is crucial for the party to maintain the legitimacy while managing, you know, the other stuff, like the social stuff. Even though the economic growth is slowing, I mean, it's not two-digit anymore, right? It's still quite a remarkable growth that people, you know, can enjoy. It's not, I mean, there is some slowing down, but it's not stopped yet, which is why, and the party is trying very hard to make sure the growth will continue, even with the COVID situation and with the trade war with the US. They're encouraging domestic consumption, and China is quite a big market. Being able to propel that growth even further would help the party to deal with the social issues, including, you know, the unrest, the grudge over any information control for those people who care about those things. In addition, could you perhaps say that the heightened international profile which China now has, in contrast to, let's say, 10, 20 years ago, has also helped to establish the legitimacy of the party? How important is the image that the outside world has of China? The way I look at it, it's more like a double-edged sword. Because on the one hand, you're right, China is stronger on the world stage. It's the second largest economy. It is more assertive in many things, which is something the party is very proud to tell its citizens. This is where we are now, right? This is where we are now compared to 2 decades ago. And we're getting more respect or attention. So that's definitely something that the party uses to help its legitimacy. On the other hand, this is also something that is causing more tension on the international stage, especially with the United States. So that creates another problem. You know, like the party have to show to its citizens that it can handle those new tensions properly. To defend China's pride is crucial to maintain that legitimacy. So, you know, it's both. It's something the party wanted to sell to add scores, and rightly so. And it's also something the party doesn't want to screw when it comes to, you know, battling with other international interests to defend China's own interests and pride. It's a tricky thing, and I think we're just seeing it being played out, you know, in the last few years and in the years to come.
Oké, dat was het. Valt jullie iets op? Of hebben jullie commentaar op wat hij gezegd heeft? Of misschien wel instemming? Stijn? Nee, ik vooral instemming. Ik herken heel veel van wat hij vertelt. Ook ja, van de tijd dat ik in China was en hoe dat we China observeren. Ik denk, ja, die legitimiteit van de partij en het belang van de economische groei en de voortdurende economische groei, dat was bij mij ook wel iets dat ja, zeer herkenbaar is. En ook ja, die internationale positie, ergens dat de Communistische Partij niet zwak mag lijken tegenover de bevolking, dat is ook iets wat ik vaak terugzie. Heb jij iets aan toe te voegen? Nee, we zijn het roerend met elkaar eens. Dat was niet de bedoeling, hè? We hadden afgesproken dat jullie af en toe dat is waar. Nou, elkaar in de haren vliegen, kan ik helaas niet zeggen, want het is ook een bedenk toch wel iets. Bedenk toch wel iets. Later. Oké, later. Wat ik misschien naartoe kan voegen is dat in de ogen van de meeste Chinezen er nauwelijks nog een onderscheid is tussen China en de Communistische Partij. Dat die twee dingen eigenlijk ook heel bewust door de Communistische Partij met jarenlange inspanning in elkaar geschoven zijn. Zodat het nu voor de gewone Chinezen heel moeilijk is om na te denken over China zonder de Communistische Partij. Of die twee dingen in ieder geval uit elkaar te halen. En dat is natuurlijk een heel groot goed voor de Communistische Partij. Want dan wordt je legitimiteit wordt automatisch eigenlijk. Ja. Wordt totaal ondenkbaar om daar iets aan te doen. Ja, ik bedoel, het nationalisme. En ja, het is meer dan nationalisme. Het is echt denken, of niet eens denken, het is een gewoonte eigenlijk om de kracht van de Communistische Partij, het bestuur van de Communistische Partij, volledig gelijk te schakelen met China zelf. Ja, dat is wordt dan een natuurlijk feit. Ja. Nee, dat helpt inderdaad, dat helpt. Oké, goed. Ik moet jullie nog even introduceren, maar dat zou pas doen als jullie aan de beurt waren. En Frank is nu eerst aan de beurt. Frank is geen sinoloog, hij is van oorsprong antropoloog, maar hij komt al sinds 1982 in China. Was dat helemaal toevallig dat je in China kwam? Nee, want ik wilde beter Chinees leren. Ja, oké. Dus, en ook China eerst vanuit de eerste hand leren kennen. Dus nee, dat was helemaal geen toeval. Oké, dan ben je er gegaan. Daarna ben je Chinees gaan doseren, of Chinese politiek in Leiden. Toen ben je hoogleraar geworden in Oxford. En vervolgens ben je weer teruggekomen in Leiden. En daar werd je hoogleraar modern Chinese studies. En in 2016 was je medeoprichter van het Leiden Asia Center. Vervolgens was je directeur van MERICS, het Duitse China-instituut in Berlijn. Daar ben je nu inmiddels weer klaar mee. En nu ben je weer terug in Leiden. Je doet eigen onderzoek en je bent ook verbonden als fellow aan het Leiden Asia Center. Nou goed, van harte welkom. We zouden met jou gaan praten over de rol van de Chinese Communistische Partij. Mm-hmm. Met name ook in het hele staatsbestel. Je hebt al heel duidelijk aangegeven dat het langzamerhand in de perceptie van veel Chinezen en ook de facto, denk ik, samen gaat vallen. Maar laten we even terug naar de basics van die partij. Hoe groot is die partij en hoe word je lid als Chinees? Goed, allereerst wil ik zeggen dat het een genoeg is om weer voor een echt normaal publiek te spreken in plaats van tegen een beeldscherm. Of ze normaal zijn weten we nog niet, maar ik bedoel, levende mensen die ademen en die bewegen. Dat is weer een groot genoegen, moet ik zeggen. Maar de Communistische Partij is in haar eigen optiek is de leidende kracht van China. Ze is de belichaming van de missie van China om groot, sterk, onafhankelijk, welvarend enzovoort enzovoort te worden. Die missie en die legitimiteit heeft ze zichzelf toegeschreven. En dat is, uiteindelijk komt dat uit een leninistisch gedachtegoed, maar dat is ook heel sterk nationaal en nationalistisch geworden over de decennia. Dus ze zien zichzelf als een elite, een sturende elite die boven de maatschappij staat, maar ook totaal verweven is met die maatschappij. En die symbiose van de bovenstaande sturing en ermee verweven zijn, hebben ze organisatorisch heel mooi weten vorm te geven. Het belangrijkste element daarvan zijn de nu meer dan 90 miljoen partijleden. Dat is ongeveer 6,5% van de bevolking in China. 6,5% lijkt niet veel, maar ik vind dat toch nog best wel veel. Dat is meer dan een fractie. Ja, dat is een aanzienlijke hoeveelheid van de bevolking die niet alleen de Communistische Partij steunt, maar er lid van is en daarmee zich ook haar doelen en haar missie en haar bestuur onvoorwaardelijk onderschrijft. En dat is de basis eigenlijk van de Communistische Partij. En ze hebben de afgelopen 20, 25 jaar ook
deze basis heel bewust proberen uit te breiden, te verbreden, meer partijleden te recruteren uit bredere geledingen van de maatschappij. Dus voorheen was de partij voor de hervormingen, was eigenlijk een partij voornamelijk die bestond uit soldaten, mensen met een militair achtergrond, uit mensen met een arbeidersachtergrond en ook heel veel boeren. Dat hebben ze bewust verbreed en de recrutering vindt nu eigenlijk voornamelijk plaats onder de stedelijke elite. De hoger opgeleide mensen, de meer succesvolle mensen, ondernemers ook, die, als we zeggen, de basis zijn van China's nieuwe moderniteit. Dus wat dat betreft kun je ook zeggen, de Communistische Partij haar wortels in de revolutie van het proletariaat volledig terzijde heeft geschoven en zichzelf nu duidelijk verankerd heeft in het nieuwe hervormingse China en de mensen die daar het meeste van geprofiteerd hebben. Dat is ook een heel belangrijk iets om je te realiseren. Het is geen arbeiderspartij, het is geen revolutionaire partij. Het is een partij van het establishment, maar het progressieve establishment dat een stip op de horizon ziet waar ze naartoe willen. Juist. Maar je had het over recrutering. Kun je ook zelf lid worden? Ik bedoel, is er een online aanmeldingsformulier? Er zijn aanmeldingsformulieren die zullen ongetwijfeld nu online zijn. Maar niet, helaas kan je als niet-Chinees, niet-Chinees staatsburger... Nee, ik had die ambitie niet, maar als Chinees, dat is jammer, want... Nee, ik ben geen lid van welke partij ook dan. Laat staan een buitenlandse partij. Nee, maar kun je gewoon lid worden? Of moet je daarvoor gevraagd worden? Ja, het is nogal een iets... Heel veel jongeren, met name wat hoger opgeleide, ambitieuze jongeren, en mensen die een professionele carrière willen volgen, die willen graag lid worden van de partij, want het helpt. Er is een procedure voor. Je kan jezelf in principe aanmelden, maar over het algemeen moet je gevraagd worden. Mm-hmm. Wat je moet doen is dan bij je lokale partijcomité of je lokale partijtak, de secretaris daarvan, moet je een aanmeldingsformulier schrijven. En dat is een heel verhaal met, waar je eigenlijk je hele ziel en zaligheid in moet blootgeven. En je moet vertellen waarom je lid van de partij wil, hoe je aan de partijmissie kan bijdragen. En over het algemeen wordt dat niet zomaar even goedgekeurd. Dat gaat 2, 3, 4 rondes en dat kan jaren duren voordat je uiteindelijk wordt opgenomen in de partij en lid wordt. En dan ben je ook een onderdeel van het partijcomité, partijtak in je eigen organisatie. Ja. Je bedrijf of je universiteit of wat het ook mag zijn. Zijn er voorbeelden van hooggeplaatste Chinezen die geen lid zijn van de Communistische Partij? Zeker. Er zijn heel veel mensen die bewust geen lid willen worden van de partij. Hoewel dat eigenlijk een beetje afneemt. Als je in de jaren 80 en jaren 90 keek, dan waren er heel veel mensen die zeiden, wil ik niks mee te maken hebben. Heel veel mensen waren, laten we zeggen, heel erg gewond door de culturele revolutie. Hun eigen herinneringen daarvan, of de herinneringen van hun ouders of van hun vrienden. Toen was de afstand tussen de bevolking en de Communistische Partij veel groter. Nu zijn er veel minder mensen die echt bewust zeggen, nee, ik wil geen lid worden van de Communistische Partij. Wat je wel hebt, en dat is een heel aardige aardigheid, is dat China is geen, wordt niet bestuurd door een, is geen eenpartijstaat. Nee. China is een eenpartijstaat die een multipartij systeem stuurt. Dus naast de Communistische Partij heb je ook nog, ik meen, 8 zogenaamde democratische partijen. En die hebben al een prachtige naam, zoals de Chinese Democratische Liga en dat soort dingen. En die dateren allemaal van de tweede helft van de jaren 40, toen de Communistische Partij probeerde zo'n groot en breed mogelijk coalitie bij elkaar te smeden in haar strijd tegen de Kuomintang, tegen de nationalisten. De oorlog, hè, dus de burgeroorlog die toen plaatsvond. En die partijen hebben het eigenlijk overleefd. En nog steeds bestaan ze, zijn ze een belangrijk onderdeel van het politieke systeem, maar ze staan natuurlijk onder de leiding van de Communistische Partij. Heel veel mensen zijn dan ook lid van een van die 8 partijen. Dat zijn met name intellectuelen. Mensen die dus zich zien als een spreekbuis van bepaalde belangen of bepaalde ideeën die niet helemaal passen in de Communistische Partij. En de Communistische Partij via deze partijen weet dat heel aardig en heel slim dan te integreren en daarmee een nog bredere basis voor zichzelf te creëren. Ik heb 1 anekdote daarover. Toen ik, en dat was alweer in de jaren 90, dus best al lang geleden, vroeg ik het hoofd van een provincie in China, vroeg ik van, ja, u bent geen lid van de Communistische Partij, maar u bent lid van, ik weet niet meer wat het was, de Democratische Liga, zal het wel zijn geweest.
En ik zeg, waarom heeft u het eigenlijk gedaan? Waarom bent u lid geworden van de Communistische Partij? Nou, hij zei, ja, het Communistische Partijcomité heeft besloten dat het voor mij beter was om lid te worden van de Democratische Liga. Dat illustreert een beetje de relatie tussen die acht partijen en de Communistische Partij. Ja. Die verbreding van de basis, hè, van de Communistische Partij door samenwerking of aansturing van die andere partijen, is dat eigenlijk hun belangrijkste rol? Of vervullen ze nog een andere rol in bij het Volkscongres of iets dergelijks? Niet bij het Volkscongres, maar er is een apart. China heeft eigenlijk twee congressen, zeg maar. Dus het parlement, het Volkscongres. En dan is het ook nog de consultatieve conferentie. En dat is een typisch Chinees iets, wat ook wel een beetje lijkt op wat je bijvoorbeeld in Taiwan hebt, in Hongkong hebt, maar goed, doet er niet toe. En dat is eigenlijk de platform van groeperingen, organisaties, groepen, ook religies, die nauw geallieerd zijn aan de Communistische Partij, maar er geen deel van uitmaken. En tijdens de vergaderingen van die conferenties, en die vinden op elk niveau van het bestuur plaats, dus ook op het centrale nationaal niveau, worden er inderdaad suggesties gedaan over beleid, wordt er ook over beleid dat uitgevoerd is gepraat en dergelijke, met het idee dat op deze manier de diversiteit van de maatschappij nog beter tot zijn recht komt dan alleen maar in een parlement, zeg maar. Ja. Oké, okay, goed. Niet een model om direct over te nemen. Nee, absoluut niet. Maar ik word gevraagd hoe het in elkaar zit. Ja, nee, precies. Ik heb, nou, zo gaan we nog niet een om een mening. Nee, zeker niet. We houden ons bij de feiten. Meningen die komen straks vanuit de zaal, of niet. Hoe wordt die partij aangestuurd? 90 miljoen leden is natuurlijk best wel veel. Die partij is op alle niveaus vertegenwoordigd. Provincies, steden, in bedrijven, universiteiten, media, noem het allemaal op. Hoe sturen ze dat aan? Nou, de vraag is eigenlijk belangrijker. Hoe stuurt de partij de maatschappij aan? De partij bestaat uit, dat zei ik helemaal aan het begin, eigenlijk heeft twee gezichten. Aan de ene kant zijn het dus de 90 plus miljoen leden die je in elke organisatie in China ziet. Elk ministerie, elke school, elke universiteit, elk bedrijf, elke NGO enzovoort. Allemaal hebben die partijleden onder hun leden of medewerkers. En die organiseren zich in partijcomité's binnen die organisatie. Nou, dat is dus een netwerk van partijcellen. Dat is het oude leninistische model. Dat dus op een osmotische wijze de hele maatschappij afdekt. En daar een onderdeel van is. Dus dat is een van de manieren waarop de partij en de maatschappij met elkaar verweven zijn. De andere kant van de partij is het meer strikt organisatorische. En daarbij heeft het als het ware een soort parallele structuur aan de overheidsstructuur. Dus op elk niveau van de overheid, en dan heb je het centrale niveau, provinciaal, prefectoraal en county, dus zeg maar bij ons gemeentes en dan nog een niveau daaronder, vijf niveaus. Op alle vijf niveaus heb je een overheid, heb je regering, maar heb je ook partijorganisaties. En die partij heeft haar eigen formele organisatie, meestal bestaande uit vijf of zes aparte departementen, waarvan de belangrijkste zijn organisatiedepartement, propagandadepartement en discipline. Er zijn er nog een aantal, maar die zijn United Front. Verenigd Front is ook een hele belangrijke. En die formele organisatiestructuur wordt gebruikt om niet alleen de overheid leiding te geven, dus de strategie uit te zetten voor de overheid op elk niveau. Maar ook de andere maatschappelijke organisaties. Dus de partij ziet haar leidende rol van de maatschappij niet als iets dat beperkt is tot alleen bestuur van via de overheid. Maar alle maatschappelijke organisaties vallen daaronder. Dus de partij ziet zichzelf als een schaakspeler met heel veel verschillende schaakstukken. Waarvan de overheid er één is, zullen we zeggen de koningin. Het belangrijkste stuk, maar er is ook het leger. Er is het justitiële apparaat. Er zijn nog op staatsbedrijven natuurlijk een heel belangrijke component daarvan. En die zijn voor de partij eigenlijk allemaal stukken op dat schaakbord die ze naar believen kan verplaatsen om haar eigen strategie vorm te geven en uit te voeren. En dat is heel belangrijk voor ons om dat te begrijpen, omdat wij, zeker nu in deze wat verhitte tijden, laat ik het zo maar zeggen, de Communistische Partij vaak verwijten dat zij aan oneerlijke concurrentie doet. Dat zij een strategie heeft om die ze niet openbaar maakt. Dat ze staatssteun verleent, oneigenlijke staatssteun verleent. En dat zijn verwijten
die de Communistische Partij, ik denk, niet eens kan begrijpen. Want voor hun is het zo natuurlijk, zo normaal, zo vanzelfsprekend dat ze dat doen. Want dat is hun rol. Zij denken helemaal niet aan privébedrijven of staatsbedrijven of wat dan ook. Als daadwerkelijke volledige autonome organisaties. Die zijn allemaal, die moeten allemaal in principe een onderdeel kunnen zijn als het zo uitkomt en nodig is van het plan. Zoals de Joker zei in Batman. Dus voor hun is dat zo normaal dat ons verwijt vanuit ons idee dat er een strikte scheiding moet zijn tussen staat en maatschappij. Dat begrijpen ze niet eens. Ze vinden dat volkomen onzin. Nee, ze zeggen, waar hebben die mensen het in hemelsnaam over? Natuurlijk gaan we dit doen, want dat is de essentie van onze taak. De essentie van onze legitimiteit. De essentie van onze verworteling in de maatschappij. Ja. Twee dingen die je noemde. Het departement van discipline. Ja, dus daar komen mensen mee in aanraking als ze de rode lijn overschrijden. En ik weet dat bijvoorbeeld van universiteiten, dan de partijsecretaris schrijft dan in op de een of andere manier. Of laat weten dat dit of dat geen door kan gaan vinden. Dus dat is bekend, daar komen heel veel mensen mee in aanraking. Maar veel minder bekend is de verhouding tussen de partij en de PLA. Het People Liberation Army, het bevrijdingsleger, het volksleger. Wat kun je daarover zeggen? Nou, in wezen valt het eigenlijk onder dezelfde noemer als wat ik net zei. Het leger is één van de belangrijke schaakstukken op het bord van de partij. De controle van de partij over het leger is wel van een andere orde dan die over zelfs de overheid. Dus de partij, er zijn eigenlijk nauwelijks, misschien zelfs geen, niet-partijleden in het leger. Dus iedereen in het leger is in wezen altijd een partijlid. Er is een aparte militaire commissie. De partijmilitaire commissie die hetzelfde is als de staatsmilitaire commissie. Die het hoogste orgaan is voor het besturen van het leger. En de aansturing van de strategie van het leger. Niet de militaire strategie, dat is iets anders. Maar het bestuur over het leger wordt gevoerd via die militaire commissie. Waarvan Xi Jinping natuurlijk de voorzitter is. Dat kunnen we begrijpen. Dat is ook de belangrijkste positie eigenlijk binnen het apparaat. Hè? Ja, hij heeft eigenlijk drie posities. President, partijvoorzitter en dan ja, dit. President stelt niks voor. Dat is alleen maar voor de buitenlandse consumptie. En in het Chinees vertaald is het ook niet president, maar is het Juicy, dus voorzitter. Hij is dus een voorzitter van de Volksrepubliek China in het Chinees. Niet president van de Volksrepubliek China. Maar dat stelt niks voor, is alleen een naampje. Belangrijkste taak is natuurlijk zijn algemeen secretaris-generaal van de partij. Maar voorzitter van de militaire commissie is qua machtsbasis echt essentieel. En je bijvoorbeeld, je zag in het verleden ook dat partijbazen die terug moesten treden of terugtraden, die positie als laatste vasthielden. Jiang Zemin bijvoorbeeld, de ene na voorganger van Xi Jinping en ook Deng Xiaoping hield die positie heel erg lang vast. In ieder geval, de partij is volkomen verweven met het leger, ook de hele organisatie. Vroeger gebeurde dat met name via politieke commissarissen. Dat systeem is een beetje eigenlijk in onbruik gemaakt, niet zo belangrijk meer. Het gaat nu voornamelijk via reguliere partijcomités in het leger op alle niveaus. En ook wat heel interessant is, dat legereenheden die gestationeerd zijn in een bepaald gebied, de leiding daarvan neemt ook zitting in het partijcomité van dat gebied. Mm-hmm. Dus er is een integratie ook horizontaal tussen leger en bestuur, zeg maar. Ja. Die legitimiteit van die partij, dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen vragen van hoe houden ze dat zo in stand. Mm. Maar zoals jij dat beschrijft, is het samenvallen van ongeveer alle aspecten van de samenleving met de rol van de partij daar natuurlijk een garantie voor. Want zolang China het goed doet, economisch, op het wereldtoneel, straalt dat primair af op de partij en dan vooral op de secretaris-generaal natuurlijk, Xi Jinping. Maar dat is bijna niet te doorbreken, zou je denken. Nee, het punt is wat ik eigenlijk, het centrale punt wat ik probeer te maken, is dat de legitimiteit en de stabiliteit van de Communistische Partij veel meer is dan de resultaten die ze boekt. Het is veel meer dan economisch resultaat, het is veel meer dan sociale stabiliteit, het is veel meer dan aanzien in het buitenland of wat dan ook. De Communistische Partij is bijna niet identiek met, maar totaal verweven met de maatschappij, met het bestuursapparaat, met het leger. Dus je kan niet meer aan China denken zonder aan de Communistische Partij te denken. Dus het is helemaal geen kwestie van, zelfs de Amerikanen hebben het toegegeven, dat regime change in China niet aan de orde is. Dat kan niet.
En ze hebben een strategie, de Amerikanen, een strategie, China-strategie uitgegeven in mei van dit jaar. En daar staat expliciet in van wij kunnen niet het doel hebben van regime change in China. Dus als zij dat toegeven, dan is het echt wel waar, denk ik. Ja, en op zich ook wel een geruststellende gedachte. Vind ik van wel, ja. Amerikaanse regime change pakken nooit zo heel erg gunstig uit. Nee, dat kunnen we. Ik denk dat we daar wel mee eens zijn. Ja. Oké, goed. Vindt u het allemaal nog interessant? Of denkt u, jezus, een beetje saai misschien allemaal. Een beetje saai. Mogen we nog even doorgaan? Ja, oké, goed. Wat de verdiensten van de partij zijn in de ogen van de Chinese burger is helder. Want dat is zo'n beetje alles wat hij of zij kan waarnemen. Daar komt het op neer. Nou, is het mogelijk om, stel je voor dat je toch als Chinees je bedenkingen hebt over die communistische partij. Je vindt die 8 andere partijen eigenlijk ook allemaal bullshit. Kun je een leven opbouwen zonder die partij? Dus kun je los van die partij toch een leven opbouwen zonder dat je in conflict komt met die partij? Absoluut. En de meeste Chinezen doen dat ook. Als je niet met duidelijke politieke activiteiten bezighoudt, en politiek wordt dan wel best wel breed gedefinieerd, dat moeten we wel even zeggen hoor. Maar als jij het merendeel van de gewone Chinezen, die leiden een gewoon leven zonder dat de Communistische Partij zich daar nou veel aan gelegen laat liggen. En dat is ook het verschil tussen China nu en China onder Mao Zedong. De Communistische Partij heeft geleerd, schade en schande, dat proberen alles te bedisselen, alles te besturen, iedereen te sturen, iedereen te controleren, dat eenvoudigweg niet alleen niet kan, maar ook eigenlijk geen zin heeft. Het dient eigenlijk geen doel. Dat onder Mao diende het een doel van revolutionaire transformatie. Nou, dat is weg losgelaten. Dus waarom zou je nog? Een van de grote verworvenheden van de Communistische Partij is zeggen van, er zijn bepaalde dingen die we willen doen en bepaalde dingen die we niet willen doen. En wat we juist moeten doen is de burgers zoveel mogelijk vrijheid geven om hun leven, economische leven, maatschappelijk leven, cultureel leven, zoveel mogelijk in te richten op de manier die zij willen. Dus ik maak me sterk dat voor het merendeel van de Chinezen China voelt als een heel vrij land. Zolang je maar niet die rode lijnen overschrijdt die de Communistische Partij heeft getrokken en die natuurlijk ook steeds een beetje variëren, dus dat maakt het wat lastig. Maar je kan, de meeste Chinezen hebben een vrijheid die we eigenlijk misschien niet zo vanzelfsprekend vinden, of dat we niet op het eerste gezicht zouden denken. Dus als we zeggen, ja, wij in het Westen zijn vrij en jullie zijn niet vrij, dan herkennen de meeste Chinezen dat ook niet. Nou, natuurlijk ben ik vrij, ik kan doen wat ik wil. Ja, ik kan niet tegen de Communistische Partij gaan demonstreren, natuurlijk niet, maar dat komt ook niet in mijn hoofd op om dat te gaan doen. Een ander iets wat we moeten bedenken is, als mensen, met name in de jaren 2000 waren er heel veel protesten in China. En vele tienduizenden per jaar. Dus stakingen en protesten. Geen van die protesten en geen van die stakingen had het doel om het regime te veranderen. Of duidelijk expliciet hogere politieke doelen te dienen. Die protesten gingen altijd over de eigen belangen. Over loonsverhoging, over werkomstandigheden, over milieuverontreiniging. Over wat voor issues dan ook. Speciale issues die je ook in elke andere maatschappij kan hebben. En de domste fout die de Communistische Partij heeft gemaakt, denk ik, is dat niet zien voor wat het was. En in plaats van dat zien als toch een bedreiging. Ik denk dat ze daar echt een hele domme fout door gemaakt in 2005, 6, 7, 8. En eigenlijk dat proberen te verdringen, terwijl het juist een heel gezonde expressie was van de vrijheden die de Communistische Partij zelf aan de bevolking had gegeven. Had dat te maken met het trauma van 89 binnen de partij? Ja, uiteraard. Maar het had ook te maken met de mogelijkheid om, kijk, dit is een periode dat de partij steeds sterker in haar schoenen gaat staan. Steeds meer geld heeft, steeds meer sophisticated wordt, steeds meer leden krijgt. Dus op een gegeven moment kunnen ze ook meer. Dus dat is ook een kwestie van, we willen dingen controleren, want we kunnen het ook. En het andere wat altijd meespeelt met de Communistische Partij. De Communistische Partij is niet bang voor burgers. Het is niet bang voor de maatschappij. Het enige waar de Communistische Partij echt bang voor is, is haar eigen elite, haar eigen leden. En dan met name de top. Dus scheuringen binnen de partij, machtsstrijd tussen partijleiders, dat is waar de Communistische Partij echt bang voor is. Want dat scheurt de partij, dat kan het regime laten wankelen. En wat je in die periode, dus zeg nu ongeveer bijna alweer 15 jaar geleden zag, was dat er scheuringen plaats
kwamen in de partijelite. Waarbij bepaalde leiders, zoals Po Xilai en dergelijke, nog niet Xi Jinping, die was nog niet echt in de picture, zich begonnen te profileren tegen Jiang Zemin. En er was natuurlijk ook duidelijk een. Tussen Hu Jintao en Jiang Zemin. Er was ook duidelijk conflict tussen die twee. En dat leidde ertoe dat men bang werd in de partijtop dat al die protesten misschien dan een factionele dimensie zouden krijgen en daarmee dus de stabiliteit van de partij zelf zouden kunnen bedreigen. Dus altijd heel, het is nooit precies altijd wat het lijkt. Het gaat nooit om de maatschappij tegen de partij. Het gaat altijd de partij tegen zichzelf. Dat is eigenlijk uiteindelijk waar het om draait. Ja, want Xi Jinping slaapt niet rustig. Dat weet ik niet. Oh. Ik heb hem 2 keer mogen ontmoeten en toen was hij wakker. Dus ik weet niet. Ik heb geen idee hoe. Ja, hij lag niet van jou wakker. Maar ik moet zeggen, hij komt wel over als een hele rustige man. Ja. Heel intelligent. Hij heeft het gezicht van een leeuw. Als hij je aankijkt, heeft hij van die dode ogen. Bijna gele ogen. En dan denk je van, Jezus, als hij kijkt je aan alsof een leeuw een schaap aankijkt. Hmm. Voordat hij bespringt. Ja. Goed, toch anders weer dan onze eigen premier. Ietsje anders. Die heeft een hele vriendelijke jongensachtige uitstraling die ook bullshit is. Maar goed, dat is toch weer anders. Oké, okay. Goed. We laten het hier even bij. Als u denkt van, nou, dit vind ik allemaal wel heel erg intrigerend, maar we gaan even een ander onderwerp. Dan is Franks boek een gids voor de China, een gids voor de 21ste eeuw, uitgegeven bij Amsterdam University Press en ook in het Engelstalig. Het is geen reisgids trouwens. Nee, het is geen reisgids. Gids voor de, je hebt het zelf zo genoemd hoor. Dat kan ook. Gids voor de 21ste eeuw, dat gaat heel erg in op, op de, hoe China is opgebouwd, de rol van de partij. En ook op een aspect wat we nu niet aanstippen, omdat het bijna metafysisch is. En dat is het ontbreken van ideologie binnen de partij momenteel. Dus misschien wel iets voor de Q&A, maar dat hebben we eventjes buiten schot gelaten. Het ging ons puur om de feitelijke, de feitelijke rol van de partij, zoals je die vanuit antropologisch, bijna politicologisch oogpunt kunt zien. Goed, we hebben het eventjes gehad, Stijn, over de rode lijntjes waar mensen niet overheen moeten. Individuen niet, maar ook groepen zeker niet. Dus komen we nu bij het onderwerp wat ook een hele belangrijke rol speelt in deze bijeenkomsten. Dat is mensenrechten. Stijn de Klerk is jurist en sinoloog. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit Leuven. Is daar ook gepromoveerd, maar heeft ook op verschillende universiteiten in Beijing in China gestudeerd. En daar heb je opgericht, dat moet ik toch even bijken. Je was actief in de LGTB-beweging. Daar heb je ook, die heb je mede opgericht, zeg maar. En daarna was jij zakelijk directeur van het Beijing Gender Health Education Institute. Ging dat over geboortebeperking of niet? Nee, dat was over genderidentiteit, LGBT. Okay. In Chinees was het ji an de, wat eigenlijk een transliteratie van gender was. Nu, dat is een heel bloemige naam om niet te zeggen dat we LGBT-organisatie waren, want dan waren we politiek gevoelig geweest en dan zouden we waarschijnlijk heel wat tegenwind hebben gekregen. Dus vandaar Gender Health Education Institute, waar op zich niet zo heel veel mensen een probleem mee hebben. Oké, en dan ben je 16 jaar lang zakelijk directeur geweest? Nee, dat was in totaal 7 jaar, denk ik. Oké. Maar je hebt er 16 jaar gewerkt, of niet? Min of meer. Voor verschillende organisaties. Eerst HIV-AIDS, ook handicap een tijd. En dan voornamelijk meer dan 10 jaar uiteindelijk voor de LGBT-beweging. Ja, oké, goed. En sinds 2018 werk je bij Amnesty International. Daar doe je het China-dossier. Dat moet voor de sollicitatiecommissie denk ik niet zo'n hele moeilijke keuze zijn geweest. Iemand die zo lang in China gewerkt heeft en ook nog vloeiend Mandarijn spreekt. Dus daar hou je je bezig met China. Daar gaan we het eventjes over hebben. We gaan het niet specifiek hebben over de verschillende schendingen van mensenrechten. Die zijn er voldoende. Maar we gaan het wel even hebben over waarom het voor met name het Westen zo moeilijk is om een discours over mensenrechten met China te openen, omdat je eigenlijk een dialoog tussen doven hebt. En dat is met name ook toegenomen naarmate China natuurlijk meer gewicht op het wereldtoneel in de schaal legt. Dat is heel erg duidelijk. Samen met 2 collega's en een aantal anderen trouwens heb je een boek geschreven, Shifting Power and Human Rights Diplomacy, wat denk ik daar ook over gaat natuurlijk, over de problemen. Kwam jij voor corona veel in China?
Sinds dat ik voor Amnesty werk, ben ik nog één keer in China geweest. Tot 2017, toen ben ik ook gestopt met mijn werk in China. En dan heb ik mijn China-reizen ook afgebouwd. Ja, Amnesty heeft geen kantoor in China, wel in Hongkong. Ja, ja, klopt, inderdaad. Ja, en dat is ook het kantoor wat China doet, zeg ja, eigenlijk. Ja, dat is inderdaad ook waar ons China-team zit, dat ook het China-onderzoek ja. doet. Ja, ja oké, okay, goed. Een hele hoop concepten die wij in het Westen hebben, waaronder ook vrijheid en individuele vrijheid, die zijn in China niet zo ingevuld. Of die zijn er zelfs eigenlijk voor de meeste mensen niet van betekenis. Wat is volgens jou het beeld wat China, de communistische partij, maar ook in China zelf onder de bevolking leeft als er gesproken wordt over mensenrechten? Want China heeft natuurlijk wel een aantal VN-verdragen ook ondertekend en is als zodanig ook partij bij het BUPO, het Burger- en politieke rechtenverdrag. Maar dat was natuurlijk in een andere tijd dat ze dat ondertekend hebben. Desalniettemin is het concept mensenrechten in China een heel ander. Kun jij vertellen hoe dat zit? Ja, China is inderdaad een deel van de Verenigde Naties. Sinds 1971 is de Volksrepubliek teruggetreden. En is daarbij ook een onderschrijver van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Inderdaad, China heeft heel wat kernverdragen ondertekend, geratificeerd. Nu, binnen die internationale gemeenschap kan je zeggen dat tot 1989 iedereen vrij lief was voor China. Iedereen wist dat er heel wat problemen waren op het vlak van mensenrechten, maar China kwam net uit de Mao-periode, was zich helemaal aan het veranderen, opening naar de buitenwereld, dus er werd op zich vrij weinig over gezegd. Dat gebeurde natuurlijk Tiananmen, 4 juni 1989, en toen was er heel veel kritiek van het buitenland. Dat was natuurlijk ook de periode waar de Sovjet-Unie in elkaar klapte en China plotseling meer alleen stond dan daarvoor, kan je zeggen. En voor China was het eigenlijk eerst aanleiding om zichzelf terug te trekken, maar daarna om actiever te gaan werken op die mensenrechten en wat dat nu precies betekende. En eigenlijk om een weerwoord te kunnen bieden aan al die kritiek die dat ze plotseling internationaal kreeg. En je zag toen echt een soort van mensenrechtenkoord, allerlei academische onderzoek dat werd gesteund op die mensenrechten. China begon toen ook met het publiceren van haar eigen witboeken over de mensenrechten, de White Papers. Eerst was in 1991. En daarmee formuleerde het eigenlijk meer en meer die, dat ze zelf de Chinese visie noemde op de mensenrechten. Nu, wat is die Chinese visie? Dat is dan de visie van de Communistische Partij. Dat is een visie die eigenlijk haaks staat op de visie die wordt gegeven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. China is falikant tegen de universaliteit van de mensenrechten. Dat is iets wat China zeer sterk bestrijdt. Universaliteit, je hebt rechten omdat je mens bent. Doet er niet toe welke cultuur, welk land, iedereen heeft die rechten. China heeft altijd beweerd van mensenrechten, dat is afhankelijk van je achtergrond, van de natie, van de economische ontwikkeling daar. Je mag dat niet voor iedereen gelijk stellen. Je moet dat eigenlijk relatief bekijken bij verschillende landen. China zegt dan zelf van wij zijn nog een land in ontwikkeling. Dat begint nu natuurlijk holler en holler te klinken, maar China presenteert zichzelf nog altijd als een ontwikkelingsland waar dat de rechten van de collectiviteit, dat zijn dan economie, dergelijke zaken meer, veel belangrijker zijn dan burgerlijke en politieke rechten, zoals vrijheid van meningsuiting en dergelijke. Dus het zegt... Daar staat China niet alleen in. Hè? Dat is natuurlijk in heel veel andere landen is dat ook... Inderdaad, maar je kan China wel zien als een aanzwengelaar van die kritiek op de universaliteit. En China presenteert zichzelf ook als de stem van de ontwikkelingslanden, de stem van de Global South, die deze visie vertolken tegenover dan de westerse landen, zal ik maar zeggen, die een andere visie hebben. Nu, dat is een van de grote dingen die voor China centraal staan.
Ander ding is nationale soevereiniteit. Dus daar blijft China maar herhalen. Mensenrechten zijn onze binnenlandse aangelegenheden en dat is van ons. Niemand mag daar iets over zeggen, want als je dat doet, dat is een inmenging in onze eigen zaak. Je ziet dat nu bijvoorbeeld bij Hongkong. Nee, Hongkong, dat is onze soevereiniteit. Niemand mag daar iets over zeggen. Hetzelfde met Xinjiang en de meer dan een miljoen Oeigoeren in de heropvoedingskampen daar. Nee, dat is onze eigen zaak. Verder een ander ding wat China en de Communistische Partij ook meer en meer proberen te doen, is om weg te gaan van het multilaterale en meer naar een soort bilaterale overleg. Dus ze hebben eigenlijk niet graag dat er mensenrechten kritiek is. Voor hen moet het, wat ze zelf, een mutually beneficial cooperation worden. Dus eigenlijk iets dat we van elkaar kunnen leren en we kunnen dingen opsteken, maar kritiek, dat mag niet. Dus het hele internationale mensenrechtenstelsel is juist daarop gebouwd, dat landen elkaar in check kunnen houden. Daar gaat China tegen in en ze zeggen van kritiek, dat zijn vooraannames, dat mag niet. We moeten daarover kunnen onderhandelen, een soort van deal kunnen maken. En dat is eigenlijk iets wat je veel sterker ziet sinds Xi Jinping aan de macht is gekomen. Dus eigenlijk voorheen was China vooral bezig met het verdedigen van de eigen situatie en het afwimpelen van kritiek. Nu zie je dat China steeds sterker het hele globale bestuurssysteem probeert te beïnvloeden en haar eigen visie op die mensenrechten ook wil uitdragen naar anderen en tot een soort van nieuwe standaard maken. Dat zie je heel sterk binnen de VN. Dat zie je ook heel sterk bij de verschillende dialogen die er komen. Dat is eigenlijk het nieuwe normaal waar China naartoe wil. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij de coronapandemie. Dat is het moment voor China om te zeggen van kijk, wij doen het gewoon heel goed, want in China is voor ons de collectiviteit belangrijk. Dus voor ons is het gezondheidsrecht belangrijk. En in die zin hebben wij daar eigenlijk op gefocust en niet op die vrijheid van meningsuiting of iedereen die dat zijn kritiek kan uiten. En daarom zijn wij zo super succesvol. Ze vergeten er natuurlijk wel bij te vertellen dat ze in het begin van de uitbraak heel wat tijd hebben verloren, omdat niemand mocht roepen dat er iets mis was. Maar dat is dus een narratief dat wordt verklaard. Hetzelfde bijvoorbeeld ook als het gaat over de Oeigoeren. China zegt, voor ons is het belangrijkste veiligheid. Een collectief recht, veiligheid van de natie. En de rest moet daarvoor wijken. En daarom zijn wij nu zeer succesvol in het bestrijden van terrorisme. Dat is eigenlijk iets wat je China overal ziet verkondigen nu, dikwijls met nieuwe begrippen dat het probeert in te voeren. Onder Xi Jinping is dat de gedeelde toekomst voor de mensheid. Dat is eigenlijk de visie. Ook bijvoorbeeld nu onlangs bij de 75ste verjaardag van de Verenigde Naties. Dan zie je die Chinese positie die zegt van we willen werken naar een beautiful future of shared future for humankind, waar mensenrechten eigenlijk helemaal niet meer vermeld worden. Dus in die zin heeft Xi Jinping dat heel duidelijk gemaakt van wij willen meedenken, wij willen mee het globale bestuurssysteem uitbouwen. En daarbij gaan we dus weg van wat er ervoor heerste. En dat is op zich natuurlijk wel problematisch voor China zelf, maar ook gewoon voor de wereld aan zich. De mensenrechten die houden gewoon iedereen wel in check. En op zich is daar die consensus ook binnen de VN op gelegd. Nu, China beschouwt dat als iets dat ze nog altijd moet bevechten. De Communistische Partij heeft dat ook heel duidelijk verwoord in een partijdocument dat ondertussen zeer beroemd is, document nummer 9. Intern partijdocument dat in 2013 werd gelekt. En waar dat dus zwart op wit werd gezegd van kijk, iedereen in de partij, alle partijleden, moeten vechten op het ideologische slagveld tegen die westerse begrippen van een vrije pers, van een civil society, van een universaliteit van de mensenrechten. Dus dat worden eigenlijk echt dingen die China en de Communistische Partij op alle mogelijke vlakken moeten bevechten. En je hebt dan trouwens sinds 2013 ook bijvoorbeeld in de universiteiten op een bepaald moment een policy gehad dat er geen Western values meer mochten onderwezen worden.
Wat dat op zich ook bij Chinese vrienden van mij gewoon een beetje absurd was, want marxisme is uiteindelijk ook niet uit China gekomen, dus zou je dat dan ook niet meer mogen onderwijzen. Maar je ziet eigenlijk dat dat idee van dat ideologisch slagveld, de mensenrechten zijn daar een van de grote boemannen waar China tegen probeert te vechten. Ja. Die zucht om zelf de standaarden te bepalen zie je natuurlijk inderdaad zoals je hebt alle vlakken. Dat is gewoon het grote punt wat er aan ziet te komen. China wil zich niet langer neerleggen bij de spelregels zoals die zijn ontwikkeld toen ze echt nog een ontwikkelingsland waren en bovendien te veel intern met dingen bezig waren om zich op het internationale toneel te profileren. Dus dat wordt een hele lastige, denk ik. Je noemde soevereiniteit, wat natuurlijk een ongelooflijk sterk argument is en wat ook door andere landen wordt gebruikt. En inderdaad het verzet tegen de universaliteit van de mensenrechten. Dus dat wordt heel erg moeilijk. Dat betekent dus dat de invloed die landen van buitenaf, en met name westerse landen, kunnen uitoefenen op het Chinees mensenrechtenbeleid, of in ieder geval over kunnen optreden tegen de schendingen van die mensenrechten, die ruimte is steeds beperkter geworden. En aan de ene kant hebben wij uit een onderzoek wat onze collega Vincent Chang heeft gehouden over hoe in China tegen de EU wordt aangekeken, gezegd van wij willen niet met de EU zaken doen als het gaat om mensenrechten, maar bilaterale delegaties, waaronder ook de Nederlandse delegatie in 2015, krijgt gewoon te horen in een gesprek met de hoogste autoriteit, namelijk de majesteit, van nee, dat doen we niet bilateraal, dat willen we in EU-verband doen. Nou, binnen het EU-verband is er natuurlijk heel veel te doen over mensenrechten. Het Europees Parlement is erg actief als het gaat om schendingen van mensenrechten. Maar die hebben natuurlijk een ander probleem, namelijk dat ze niet een eenheid meer vormen. Er is natuurlijk een ongelooflijke verdeeldheid binnen de EU om op te treden tegen die mensenrechten, spanning tussen economische belangen en mensenrechten. Kun je iets zeggen over hoe buitenlandse mogendheden in Beijing zelf, de ambassades richten zich met name op individuele gevallen die ze proberen te ondersteunen, en hoe er op nationaal niveau, maar ook op Europees niveau, überhaupt nog mensenrechtenbeleid mogelijk is jegens China? Ik ben er zeker van dat het gewoon nog heel nuttig en nodig is om een echt mensenrechtenbeleid te hebben op China. En om dat mensenrechtenbeleid ook sterker te maken. Ik denk, China is er nog niet. China is nog geen allesoverheerser. De Chinese economie die staat als een huis, maar langs de andere kant is het ook niet een mythe die zichzelf al heeft vervuld of zo. China moet eigenlijk nog haar verantwoordelijkheid verdienen op wereldvlak. Dus ik denk dat dit nu juist het moment is voor naties, dan zeg ik de EU, maar gewoon ook individuele naties, om te tonen van ja, kijk, als je die rol wil innemen en als je wil meewerken aan dat bestuurssysteem, nou, dit vinden wij gewoon superbelangrijk. En dan moet je ook verantwoordelijkheid tonen als wereldmacht. En dan moet je voor ons daar ook aandacht aan besteden, of op zijn minst met ons daar een echte dialoog over willen aangaan. Dus ik denk dat dit net een heel cruciaal moment is om niet te zeggen van nou, China luistert toch niet, maar als China op een bepaald moment gaat luisteren, dan is het nu of anders is het gewoon te laat. In die zin denk ik van we hebben in het verleden dat ook niet altijd op een even goede manier gedaan. Je hebt mensenrechten dialogen op EU-vlak, ook op bilateraal vlak. En daarnaast heb je dan de handelsgesprekken. En de boodschap die daar steeds bij blijft liggen is van nou, handel is handel. En daarnaast praten we ook wel eens even over de mensenrechten. Wij zeggen bij Amnesty International al die jaren van ja, mainstream die mensenrechten ook naar andere gesprekken. En laat eigenlijk op elk moment zien dat dit voor jou gewoon heel belangrijk is. Dus in zekere zin kan je dat ook China niet kwalijk nemen. Je moet zelf gewoon heel duidelijk zijn over welke hoeksteen mensenrechten in jouw beleid uitmaken. En dan moet je dat op alle momenten ook laten zien. En dan niet alleen maar binnen de EU, maar ook gewoon als land zelf. Ik denk dat China heel sterk is geslaagd ondertussen in het hele ding van die rode lijnen.
En het mooie aan die rode lijnen is dat niemand weet wat die rode lijnen precies zijn. Mm-hmm. En China en de Communistische Partij heeft ook alle belang om die rode lijnen niet te definiëren. En dat zorgt er eigenlijk voor dat mensen constant beginnen te denken van oei, dit zullen we wel niet doen, want dan krijgen we straf. Of oei, hier komen er economische maatregelen als we dat doen. Dus die zelfcensuur zit eigenlijk ingebakken. Dat is iets wat ik zeg als activist in China zelf. Daar ben je ook heel sterk mee bezig. Maar nu zie ik dat in het buitenland. En niet alleen maar bij regeringen, ook bij bedrijven. We hebben nu voorbeelden genoeg van bijvoorbeeld de NBA die geweerd wordt uit China omdat een van de managers een tweet over Hongkong heeft gedaan. Dus je ziet eigenlijk dat die angst, China is er al in geslaagd om die angst eigenlijk bij verschillende mensen te vestigen. En nu is het eigenlijk zaak om je te bevrijden daarvan. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een heel concreet voorbeeld. De minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, Chinese minister van Buitenlandse Zaken, was voor een blitzbezoek eind augustus in Nederland. Nu normaal gezien bij zo'n bezoek, dat wordt publiek aangekondigd, er is een persconferentie. Op de Nederlandse website was dat nergens te bekennen. Dat is achter gesloten deuren gebeurd. Ik geloof zeker dat er daar over mensenrechten is gepraat. Maar je geeft totaal het verkeerde beeld. Je zegt eigenlijk tegen China, nou, wij vinden open samenleving superbelangrijk, vrijheid van meningsuiting, dit telt echt voor ons. Maar dan, als er een bezoek komt, en dat doet China, China vraagt dan om een stil bezoek, die hebben niet graag demonstraties of dergelijke, dan ga je er gewoon eigenlijk helemaal niet mee. En dan is dat eigenlijk niet meer van pas. Dus het gaat er eigenlijk om nu op dit moment elke mogelijkheid aan te grijpen om gewoon consistent te zijn in je boodschap van nee, dit is voor ons wat dat telt. Ja. Nu, dank hiervoor. Het is een hele heldere uiteenzetting. Nu zijn er natuurlijk ook schrijnende voorbeelden bekend van hoe ver de Chinese arm reikt binnen het bedrijfsleven. Het Duitse bedrijfsleven heeft een hele rits incidenten meegemaakt waarbij bijvoorbeeld een advertentie in Latijns-Amerikaans land voor, ik geloof, Mercedes of BMW, waar een citaat van de Dalai Lama werd toegevoegd, ertoe heeft geleid dat eerst de directeur van de vestiging in Beijing op zijn knieën zo ongeveer het plein van de eeuwige vrede overheen is geschuifeld. Maar dat was niet genoeg. De mensen uit, ik meen, Stuttgart, dus het zal wel BMW zijn, moesten komen om persoonlijke excuses aan te bieden. En de Duitse auto industrie is volledig afhankelijk van China. Als China morgen zegt, we doen filter X erin, dan moet de Duitse auto-industrie die overmorgen hebben, want anders is die markt weg. Frank, jij hebt 1,5 jaar in Duitsland geopereerd. Merck zat dicht tegen het politieke establishment aan. Hoe kijken Duitsers tegen de dilemma's die Stijn net schetst? Ik denk dat Duitsland voor ons in Nederland niet een gidsland is, maar wel een land waarvan we veel kunnen leren, omdat ze qua China-discussie en China-beleid en de problemen die erbij samenhangen eigenlijk een beetje op ons voorlopen. De problemen die Duitsland heeft met China zijn veel groter dan wij die kennen hier in Nederland. Omdat de integratie, zoals jij al aangaf, tussen de Duitse economie en de Chinese economie vele malen groter is dan de Nederlandse en de Chinese economie. Hoewel we het belang van export en import van en naar China ook in Nederland niet moeten onderschatten. Maar dat is weer, het is toch echt van een andere orde in Duitsland. En dat betekent dat men op beleidsniveau eigenlijk voortdurend in een spagaat moet. Want aan de ene kant moeten die belangen van de grote Duitse bedrijven, de auto-industrie, maar ook andere industrieën, denk aan BASF, BASF en denk aan Hoechst en Bayer. Siemens. Siemens natuurlijk ook heel belangrijk. Die zitten allemaal heel erg geïntegreerd in de Chinese economie. En dat is al heel lang zo. En daarzonder kan eigenlijk Duitsland niet meer opereren. Maar aan de andere kant heeft Duitsland ook steeds grotere problemen met China. En, merkwaardig genoeg, die bedrijven hebben ook problemen met China. Want zij zien dat er
problemen zijn met marktoegang, oneigenlijke concurrentie, staatssubsidie, onheldere, troebele regelgeving, het hele zwartboek eigenlijk van het zaken doen in China wordt steeds duidelijker en steeds een steeds groter probleem naarmate er steeds meer ook geïnvesteerd wordt en steeds meer belangen heen en weer gaan. En dan heb je de tegenstelling in Duitsland ook nog eens een keer tussen de lokale overheden van deelstaten of van steden. Die vaak veel sterker met China samenwerken of met Chinese partners samenwerken. Geïntegreerd zijn bijvoorbeeld via de Belt and Road dan de centrale overheid, de federale overheid moeten we zeggen, in Berlijn. Die toch wat verder van dit soort dingen afstaat. En in dat speelveld loopt iemand rond, die heet Angela Merkel. En die heeft het niet makkelijk, want die wordt van alle kanten gebombardeerd met opinies en ideeën binnen haar kabinet, binnen de ministeries, maar ook van buiten. En probeert een beetje te pappen en nat te houden. Probeert een beetje een richting te geven waar die eigenlijk al niet meer gegeven kan worden. Je ziet bijvoorbeeld dat bedrijven spelen het ook heel handig. Een van de grootste investeerders in China is BASF. Hun man ter plaatse, Woedke, die is ook voorzitter van de Europese Kamer van Koophandel in Peking. En als met zijn BASF-pet op loopt hij voortdurend te praten over integratie, investeringen, winsten en dergelijke. En met zijn Kamer van Koophandel heeft hij het over oneigenlijke concurrentie, over dingen die niet kloppen in China. Dat is iets wat leidt tot de afwezigheid van beleid. Wat wel heel interessant is in Duitsland, en dat is iets wat voor ons in Nederland belangrijk aan het worden is nu, op dit moment, is dat het China-dossier of de dossiers steeds meer gepolitiseerd worden. Dus politici, politieke partijen, individuele politici, individuele regeringen, ook ambtenaren binnen ministeries, grijpen China aan om zich te profileren op bepaalde thema's. En dat zie je dus met name bijvoorbeeld een sterk anti-Chinese insteek zie je met name bij de Groenen bijvoorbeeld in Duitsland. En dat zie je ook in Nederland met GroenLinks steeds sterker worden. Maar ook helemaal aan de rechterzijde vaak. Ook de SPD wordt steeds anti-China, steeds kritischer over China. Heiko Maas, de minister van Buitenlandse Zaken, is een SPD'er en die wordt steeds meer China kritisch. Zelfs binnen partijen, de discussie tussen Angela Merkel en Rutgen. Maar niet zo China kritisch dat ze de mensenrechten een hogere prioriteit geven. Nou, dat wordt dus steeds meer naar voren geschoven. Dat is één en dat is het. Mensenrechten? Ik ben een beetje lang van stof. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat we in een situatie komen dat naarmate China steeds meer een politiek issue, heikel issue wordt in individuele Europese landen, in Europa als geheel en in de relatie natuurlijk met China en Amerika en wat dat voor ons betekent, dat het ook betekent dat de mensenrechten ook, net als zoveel andere thema's, verwapend worden. Die worden een wapen om China om de oren te slaan. En dat betekent dat eigenlijk mensenrechten niet meer als zodanig op de agenda staan, maar ze zijn een manier om je gelijk te halen om China pijn te doen. En dat vind ik eigenlijk ontzettend gevaarlijk. Want dat is precies, want wat het uiteindelijk, ten eerste is het jammer voor mensenrechten, maar het leidt ook tot een discours waar we ook in Nederland al te maken krijgen. Zie de Volkskrant van vorige week zaterdag, een op-ed van Henk Schulte-Noordholt. Dat wij ons voor moeten bereiden op een ideologische strijd met China. Een strijd tussen systemen. Wij moeten alle democratische staten en landen bij elkaar harken, samen met Amerika, om paal en perk te stellen aan de steeds groter wordende invloed van China. Ook bij ons hier in onze achtertuin. En mensenrechten wordt daar dan een heel belangrijke manier van om dat argument te maken. Want wij zijn democratisch. Wij kunnen daarom, zijn de enige hoeders van mensenrechten. China is niet democratisch en is per definitie een schender van mensenrechten. Ja, en daar zit je op een traject. Ja, heilloze weg. En dat, denk ik, versterkt ook niet het argument in China om te gaan luisteren naar die bezwaren voor over de mensenrechten van de westerse landen. Dus dat is. Dat is lastig. Dat is lastig. Ja, dit is een stokpaardje voor Frank, dus ik moet hem onderbreken. Ja, ik vind het een heel belangrijk issue, hoor, dat hele narratief. Maar we moeten even onderbreken, want inmiddels hebben we dus hier in de zaal al mensen 5 kwartier met informatie bestookt. Wat hopen wij heel erg tot vragen leidt. Nogmaals, verontschuldigingen, dat hebben we nog niet gedaan, hè?
Ik zat met mijn rug hier naar deze mensen toe, maar dat betekent niks. Hè? Jullie hebben die persoonlijk. Maar er zijn vast wel vragen. De mensen thuis, die zijn al lang aan het stofzuigen en hebben de anijsmelkthee al weer klaar. Die kunnen geen vragen stellen, in tegenstelling tot vorige keer. Het was best technisch ingewikkeld. Maar hier in de zaal kunnen mensen wel vragen stellen. En ik ga ervan uit dat mensen die vragen hebben. En daar wil ik nu eigenlijk via Zara graag het woord aan geven. U kunt uw vragen richten aan beiden. U kunt ook heel duidelijk zeggen vraag voor die of vraag voor die. En dan gaan we de discussie met de zaal voeren. En dan hoop ik dat we op een aantal punten nog terugkomen. Wie kan ik het woord geven? Ja, hoe ga ik dit doen? Wie kan ik het woord geven? Ja. Ja, ik vroeg me af, document nummer 9 kwam net al even voorbij. En we hebben natuurlijk in november 2019 ook het, volgens mij was het 400 pagina's, gelekt naar de New York Times vanuit de partij over de systematische behandeling en eigenlijk heropvoeding van de Oeigoeren. En er zijn een aantal China-kenners die zeggen van ja, dit wijst op interne verdeeldheid binnen de partij en vooral binnen het politbureau. Mijn vraag is, klopt dat? Hoe intern verdeeld is de partij op dit moment? Een vraag aan de beide heren, denk ik. Ja. Ja, oké, goed. Frank, ten eerste moet ik zeggen dat de Communistische Partij en de partijtroep per definitie altijd verdeeld is. Dat hoort bij de manier waarop het politieke systeem werkt. Wij hebben politieke partijen, zij hebben verdeeldheid in de partijtop. Functioneel is dat een beetje hetzelfde. Dus ik neem aan dat er ook over de Oeigoeren wel degelijk grote meningsverschillen zullen zijn. Desondanks moeten we niet vergeten, en ik vind het vreselijk om dit te zeggen, is er in China denk ik een behoorlijk groot draagvlak voor het beleid in Xinjiang tegen de Oeigoeren. En dat heeft te maken met de ervaringen in 2009 en 2014 tot 2016 met opstanden in Xinjiang eerst en later ook terroristische aanslagen. Ook in China zelf. En dat heeft geleid tot een vrij radicale wijziging van beleid binnen de partij top ten aanzien van Xinjiang. De normale minderhedenpolitiek, dat gaat hem nooit meer worden. Dat is failliet. Die was eigenlijk al failliet voor andere redenen, maar goed. Dit kwam er dus echt bij. En we moeten het fundamenteel aanpakken. We moeten het met wortel en tak uitroeien. En in plaats dat we gaan denken in termen van minderhedenrechten, in termen van het beschermen van minderhedencultuur, wat de hoeksteen was van het minderhedenbeleid, is het nu assimilatie, onderdrukking en verschinezing van die bevolkingsgroep te vuur en te zwaard. Maar nogmaals, dat heeft een fors draagvlak in China. Niet onder iedereen, maar wel onder de algemene bevolking, omdat ze zo geschrokken waren. Toch veronderstelt de vragensteller dat er binnen de top wel degelijk verschillende meningen moeten leven, want anders wordt zoiets niet uitgelekt, anders neemt iemand te veel risico om dat uit te lekken. Stijn, weet jij daar iets van? Ja, ik denk ook in het document zelf is er ook één communistische partijlid dat wordt bestraft omdat hij de bevelen niet opvolgde. En, een lokaal iemand in Xinjiang? Lokaal iemand, maar iemand van wel een zekere standing, die dat er al heel lang had gewerkt. Allee, dat was voor mij ook een van de positiefste dingen om te zien. Dat er dus ook mensen daar, en dan zeker mensen die dat er al jaren hebben gewerkt, die daar opstaan en zeggen van nee, dit werkt gewoon, dit is gewoon helemaal verkeerd. Dus inderdaad, in de Communistische Partij is er zoiets als het democratisch centralisme. Voordat er een beslissing wordt gemaakt, mogen verschillende stemmen opkomen. Maar eens dat er een beslissing is gemaakt, moet iedereen in lijn vallen. Dus dat is inderdaad zo. Maar je ziet dan nog wel dat er daaronder wel zeker mensen zijn die dat er niet noodzakelijk mee eens zijn. Mm. En je ziet ook wel recent, en dan denk ik daaraan, maar bijvoorbeeld ook aan Tsai Xia. Zij was een docente van de partijschool die een heel kritisch stuk heeft geschreven over het feit dat het hele democratische aspect onder Xi Jinping vrijwel verdwenen is. Dat er eigenlijk geen mogelijkheid meer is om iets anders te zeggen dan wat Xi Jinping zegt of wat hij eventueel zou kunnen zeggen. Dus dat eigenlijk die discussie daar ook min of meer plat ligt. En dat is iets, denk ik, wat dat
ook wel bij verschillende mensen binnen die partij begint op te borrelen. Van, ja. Ja, we zijn het niet meer zomaar eens met een Xi Jinping die dat eigenlijk teruggaat naar een era die dat we allemaal achter ons dachten te hebben gelaten. Mm-hmm. Namelijk een Mao Zedong die dat alle macht bij zich grijpt. Ja. Overigens, wanneer het gaat over Xinjiang, ik denk eigenlijk ook wel, China is al zeker sinds 2001, 9/11, begonnen met het bestempelen van die Oeigoeren als terroristen en, mm-hmm. en zo te benaderen. Er zijn inderdaad aanslagen geweest. Maar om te zeggen van China heeft daar ook niks cruciaals op lange termijn tegenover weten te zeggen en heeft dan uiteindelijk besloten om met repressie te ageren. Mm-hmm. En ik denk niet dat dat de juiste manier is om dat te doen. Maar op dit moment, zoals gezegd, binnen die communistische partij is het helemaal niet meer mogelijk om kritiek te uiten of je wordt gewoon opzij geschoven. En ik zou nog willen toevoegen, als je als, laten we zeggen, criticus van Xi Jinping wil profileren, is dit niet het dossier waar ik het op zou doen? Nee. Oké, goed. Nog meer vragen? Achter me. Dankjewel. Je gaf aan dat de Chinese Communistische Partij zich de afgelopen jaar verbreed heeft qua ledenbestand. En nu geloof ik dat in de geschiedenis vaak revoluties, evoluties vanuit een nieuwe middenklasse vandaan komt. Heeft dat ermee te maken dat de Communistische Partij haar ledenbestand in die groep wil verbreden en dat probeert te incorporeren? Oké, ik denk niet dat dat de reden was. Ik denk dat er meer een... Het zou meegespeeld hebben kunnen hebben als een additioneel argument. Maar ik denk dat de belangrijkste reden was om de draagvlak van de partij te verbreden was om te zorgen dat de partij ook daadwerkelijk de leidende kracht kan zijn van China. Als de Chinese maatschappij zo ontzettend verandert, dan moet je daar iets mee. En dan kan je niet blijven baseren op de oude arbeiders en boeren. Dat is niet meer genoeg. Dus ik denk dat het meer een soort analyse was die ze maakten van de maatschappij die ze aan het vormen waren en wat dat dan zou betekenen voor hun eigen organisatorische leven. Overigens geloof ik niet zo in de mythe van de middenklasse als drager van democratie en mensenrechten. Dat doen ze alleen als het hun goed uitkomt. En als het dus niet goed uitkomt, dan zijn ze net zo ondemocratisch als wie dan ook. Dus de liberale mythe is dat. En die geloof ik niet zo, maar goed. Andere discussie. Hele andere discussie. Wel leuke discussie. Ja, zeker. Sarah, waar ben je? Ja. Hierboven. Ja, en daar ook. Ja, prima. Op dit moment wordt mondiaal klimaat als het grootste probleem ervaren. Nou, we weten dat China enorme milieuproblemen heeft gehad. Kijk naar de overstromingen. Kijk naar de enorme luchtvervuiling. Ik heb ook begrepen dat China daar heftig in investeert. Mijn vraag is een tweeërlei vraag. Is de Chinese partij zich bewust van het grote klimaatprobleem wat met name China ook heeft? En is er een sense of urgency bij de bevolking zelf, zoals dat wij dat ook in het Westen beginnen te ervaren? Nou, ik denk dat, Marstijn, misschien dat je uit je eigen ervaring als voormalig activist er ook nog iets over kan zeggen. Ik weet het niet, het zou misschien wel aardig zijn. Maar het antwoord op beide vragen is eigenlijk ja. Onder de bevolking leefde al heel erg lang een gevoel van bedreiging door milieuverontreiniging. De laatste 5 jaar ongeveer is de klimaatverandering ook heel duidelijk bijgekomen. Dus dat is heel duidelijk op de politieke agenda zodanig dat de Communistische Partij en haar regering dit ook heel serieus moeten nemen en ook nemen. Probleem is dat, net zoals in onze landen, dit indruist tegen belangen, andere belangen in onze maatschappij. Economische belangen, belangen van boeren, belangen van industrie enzovoort. En dat speelt net zo goed in China als dat het bij ons speelt. Alleen in China heeft het vaak omdat het Chinese systeem, daar heb ik niet veel over gezegd, maar heel gedecentraliseerd is, leidt het er vaak toe dat lokale overheden iets totaal anders doen, ook op dit gebied, dan de centrale overheid. De centrale overheid heeft met het nieuwe vijfjaarplan heel heftig ingezet op hele duidelijke maatregelen voor klimaat, tegen klimaatverandering, in China zelf, maar ook als een onderdeel van een internationale agenda.
De vraag is in hoeverre ze dat kunnen afdwingen. En als ze het afdwingen of als ze het dan afgedwongen hebben, of ze dan niet op het moment dat ze hun rug naartoe draaien, dat er dan weer iets heel anders gebeurt. Dus wat dat betreft, ja, het is heel belangrijk, maar is dat genoeg? En onder de bevolking? Sorry, onder de leiding ook? Nou ja, onder de leiding is het. Er zijn natuurlijk een aantal, laten we zeggen, klimaatridders en milieuactivisten die dat onderdeel van hun eigen politieke identiteit en agenda hebben gemaakt. Die lopen al heel erg lang rond en die zijn belangrijk, die blijven belangrijk. Meer breed, de leiding heeft gezien hoe belangrijk het onder de bevolking is om gezien te worden dat ze hier echt werk van maken. Dus als zodanig, net als politici in onze landen, hoeven er helemaal niet in te geloven of het ermee eens te zijn, maar de politieke realiteit gebiedt hun om hier aan te werken. Stijn, heb jij in het begin, toen je er was, al milieuactivisme gezien? Ja, dus milieuactivisten, dat waren eigenlijk de pioniers van de civil society, zou ik maar zeggen. Dat is eigenlijk de oudste groep van NGO's die dat zich heeft kunnen ontwikkelen tijdens de meer liberale jaren in China. En die hebben ook langer dan de anderen, die werken op meer gevoelige onderwerpen, kunnen opereren. Nu de laatste tijd is het voor hen ook moeilijker en moeilijker geworden om echt onafhankelijk werk te doen. En dat heeft ermee te maken dat onder Xi Jinping alles wat dat onafhankelijk is, dat betekent dus onafhankelijk van communistische partij en van staat, dat gewoon dichtgeknepen wordt. Maar op zich hebben zij een tijd lang kunnen werken. Nu heeft de communistische partij inderdaad die vaandel misschien ook meer overgenomen en ook geïntegreerd in haar eigen beleid. Communistische partijleden, als die willen opklimmen in de ladder, vroeger was ze eigenlijk voor altijd ervoor zorgen dat in jouw lokaliteit de economie het goed doet, mm-hmm. dat er orde is, dat er geen chaos is. Vroeger werd dikwijls ook gekeken naar de one child policy, of dat goed werd gedaan. Nu tegenwoordig zou je kunnen zeggen van ecologie hoort er ook bij. Mm-hmm. Dus zorg dat er geen natuurrampen zijn, zorg dat er daar ook geen schandalen rond zijn. Nu, dat zorgt inderdaad voor heel wat problemen voor die communistische partij mensen. Er is een documentaire die vorig jaar op ITVA heeft gepasseerd, Smoketown heet die. En die laat eigenlijk heel duidelijk zien, zo'n communistische partijsecretaris, die moet beantwoorden aan die ecologie, maar ook aan economie. Dus die heeft allemaal bedrijven op de lokaliteit. En als ze die sluit, dan gaat de economie gewoon totaal verloren. Maar als hij die niet sluit, dan haalt hij die ecologische milieustandaarden niet. Dus voor veel van die lokale mensen is het gewoon ook een dilemma van, hoe gaan we hiermee om? Ja. Is er nog milieuactivisme in China? Er is zeker nog milieuactivisme. In bepaalde regio's vooral, of is het... Ik zou zeggen, verspreid zelfs over China, heb je gewoon, dikwijls is dat online nu, mensen die samenkomen. Af en toe zie je ook nog wel een soort van meer ludiekere opstanden van mensen die op bepaalde plekken verschijnen om aandacht te vragen voor iets. Dus dat is zeker nog iets dat leeft. Het is ergens ook, denk ik, voor de Communistische Partij gewoon een heel... explosief item of zo. Je ziet in het verleden zijn een aantal rampen geweest, zoals in Harbin met het drinkwater. En dan was er plots ook iets in babyvoeding dat er vergif bleek te zitten. En dat zijn eigenlijk zaken die de partij gewoon totaal kan missen als kiespijn. Want dat duidt eigenlijk op onbehoorlijk beleid, niet zorgen voor de bevolking. En ze zijn daar zich zeer bewust van. En ze zitten dan ook echt meer dan anderen in op innovatieve manieren. Mm-hmm. Als je kijkt naar Peking en smogoplossingen, die werken met Nederlandse artiesten die de smog uit de lucht halen en er diamanten van maken. Die krijgen daar kansen in Peking om dat eigenlijk te ontwikkelen. Dus ze zijn er heel ver mee. Daarbij wil ik ook wel gezegd hebben, dat is ook een hoofdstuk in het boek trouwens, binnen China zelf, heel veel aandacht voor milieu. Maar als je dan gaat kijken naar de Belt and Road, dus China's globale ding, dan wordt er wel nog geïnvesteerd in coal factories die daar draaien op kolen. Dan wordt er niet zo zwaar gekeken naar die milieudingen. Dus ergens heeft het eigenlijk nog altijd te maken met ons eigen land en die eigen legitimiteit die dat daarbij hoort. Er zijn nog heel interessante dingen te zeggen over de supply chain.
Want steeds meer Europese bedrijven, ook Nederlandse bedrijven, krijgen te maken met het feit dat zij niet aan hun Europese afnemers duidelijk kunnen maken dat de Chinese leveranciers voldoen aan verantwoord maatschappelijk ondernemen, inclusief milieu. En dat begint nu in China ook wel door te dringen, dat daar iets moet gebeuren, omdat anders ja, hun aanbod relatief minder hoge ogen scoort, ondanks de prijszetting, maar die terzijde. Oké, daar zit nog een vraag stellen, graag. Ja, ik zou graag een beetje een beter beeld krijgen van de mensenrechten schendingen. Dus bijvoorbeeld sprake van een totale willekeur. En als dat en de vervolgvraag is dan, wat kan de strategie zijn van de communistische partij? Mede gelet op wat ik net hoorde, het kennelijk ontbreken van verdere ideologische lijn. En dan tot slot aan nu denk ik de vraag, wat bedoelt u dan met het is te laat? En dan komen we eigenlijk bij de vragen voor u die daar wel op aansluiten. Aangenomen dat het dan toch gaat, die mensenrechten schendingen samenhangen met het tegengaan van ongewenste politieke geluiden. Is dat hoe dat zich verhoudt met het beeld van een juist steeds bredere partij die niet bang is voor de mensen? En dan mijn eigenlijke vraag. Is de partij in staat om de manier hoe ze zich nu organiseert, eigenlijk de responsiviteit, ik kwam even niet op een beter woord, van de democratie te simuleren? Als dat die laatste vraag duidelijk is. Dus in staat is om zo snel te reageren dat het. Ik hoop dat het laatste punt. Ik zal even malen. Denk ik. Ja, maar Stijn mag eerst. Dus je hebt even zeker de tijd om erover na te denken. Oké. Okay. Ja, van die responsiviteit. Verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. Ik meen er ook mee te verstaan. En dan denk ik terug aan die COVID-uitbraak. Eigenlijk is ook die communistische partij zo gestructureerd dat je niet de drager wil zijn van slecht nieuws naar mensen boven jou toe. En dat er eigenlijk heel veel controle zit op wat wordt er eigenlijk buitengelaten en hoe gaan we met die informatie om. En dat zag je bijvoorbeeld aan het begin van de uitbraken, dat er wel tijd verloren is met mensen die wisten wat er aan het gebeuren was, maar communistische partijmensen die bang waren van oei, dit is niet goed voor mijn carrière en dit zal mijn baas ook niet graag horen en wat doe ik hiermee? Dus dat zorgt in die mate wel voor een logsysteem van als er geluiden komen uit de onderbuik van de samenleving naar boven, dat is heel log. Wat dan natuurlijk wel sneller is, is de geluiden van boven naar beneden. Als Xi Jinping iets zegt, dan valt inderdaad wel iedereen in line. Dus in die zin hoop ik een beetje op je laatste punt te hebben geageerd. Mensenrechten schendingen in China, dat zijn er helaas enorm veel. We focussen de laatste tijd vooral op de grote mensenrechtencrisis bij Amnesty. En dan heb ik in de eerste plaats over wat er gebeurt in Xinjiang met de Oeigoeren. Er zijn meer dan 1 miljoen mensen naar schatting in heropvoedingskampen verdwenen die daar ogenschijnlijk niks anders hebben gedaan dan gewoon zichzelf zijn, eigen Oeigoerse cultuur hebben. Je ziet dat China eigenlijk bezig is met een soort van assimilatie. In China heb je de Han-Chinezen, de meerderheid, maar je hebt dan ook 55 etnische minderheden die anders zijn. Je ziet meer en meer dat China een soort van ideale burger wil hebben die Han-Chinees is, die dat gehoorzaam is aan de communistische partij, die dat daar eigenlijk aan beantwoordt. Ja, de Oeigoeren, die dus anders zijn, die worden in kampen gestoken om meer Chinees te worden. In Tibet is dat lang aan de gang met Tibetanen. Je ziet nu ook Inner Mongolië, de Mongoolse etnische minderheid, die niet meer in eigen taal kan lesgeven. Dus dat is eigenlijk een soort van assimilatie dat er gebeurt. Daarbij hoort dan natuurlijk ook van een goede Chinees die spreekt de partij niet tegen. Dus vrijheid van expressie is een heel groot ding. Je mag niet zomaar zeggen wat je denkt. Je mag dus niet tegen die communistische partij ingaan. Vrije pers, ook geloof of overtuiging. En soms kan dat ook heel snel gaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Falun Gong. Falun Gong was eigenlijk een meer spirituele beweging die dat ook met oude Chinese geneeskunde affiniteit had.
Dat waren gezondheidsoefeningen. Plots in 1999 werden die bestempeld als een sekte door de Communistische Partij en echt brutaal vervolgd over heel China. De reden waarom dat zo was, zou kunnen zijn omdat er ook binnen de Communistische Partij meer en meer mensen waren die Falun Gong beoefenden. Het werd gezien als een bedreiging. Maar zo snel kan het eigenlijk gaan in China. Als iets een bedreiging wordt of chaotisch wordt, dan wordt er knalhard op ingehakt. En dat zie je soms niet aankomen als burger. Daarbij ook... uit mijn eigen ervaring over LGBT, dat is dan een minder gevoelig onderwerp. Maar je ziet er eigenlijk ook de meeste mensen die daar binnenkomen, binnen dat activisme, die willen iets goeds doen. Die zeggen van oké, ik doe iets voor mijn natie, ik steun de Communistische Partij, ik laat hen zien dat homo zijn totaal geen probleem is. En zo ga je er eigenlijk in. Maar dan doe je een event en dan staat er plots de politie en die zeggen dan dat je dat niet mag doen. En die beginnen dan te graven in je verleden of die gaan dan met vrienden praten. En dan wordt eigenlijk wel duidelijk van ja, het gaat eigenlijk niet over mijn boodschap van LGBT. Het gaat eigenlijk over het feit dat ik iets wil doen vanuit mijzelf, dat niet door de Communistische Partij is bepaald. En dat wordt heel sterk in de gaten gehouden. Dus in die zin zou ik ook... nooit zeggen dat China een vrije maatschappij is. Ik kan mij voorstellen inderdaad dat een heel aantal mensen zich daar voelen alsof dat ze alles willen doen. Maar eigenlijk, op een moment dat jij niet de juiste geaardheid hebt of dat jij slachtoffer bent van een bepaald ding door de Communistische Partij, je wil daar iets tegen doen, dan merk je pas eigenlijk van dit is eigenlijk helemaal niet vrij, die samenleving waarin ik leef. Ja, en er zijn twee dingen bij. Die rode lijnen wisselen. Ja. Hè? Je weet nooit, dat is nergens vastgelegd. Dus je weet nooit wanneer je op glad ijs begeeft. Dus dat leidt tot een enorme voorzichtigheid. En, dat moet ik natuurlijk ook eventjes benoemen, China is natuurlijk absoluut geen rechtsstaat. Hè, dus er is, zodra je je verzet tegen de partij of tegen een hoog partijlid, dan word je gewoon vermolmd. Er is verder helemaal geen buitenlandse ambassade, geen wat dan ook, wat je kan helpen. En dat is denk ik het dreigement waar mensen altijd onder leven. Dus als je een oppassende burger bent, dan kun je inderdaad miljonair worden. Je kunt je kinderen naar de universiteit van je keuze min of meer sturen. Dat is allemaal loten. Maar dus je kunt een hele hoop dingen doen. Maar op het moment dat je dat iets doet, wat dus over die rode lijn is, tegen de Communistische Partij, tegen een invloedrijk partijlid, ben je klaar. Mm-hmm. En jij niet alleen, want ze zorgen ook dat je familie, je vrienden, iedereen komt onder druk te staan. En dat is natuurlijk een realiteit waar de Chinezen al ruim 70 jaar mee leven. Ja, dan wil ik toch even nuanceren, want dat is zo. Maar het vervelende en het erge is dat dat erger wordt. Ik zeg niet dat het minder wordt. Ja, als je kijkt naar de jaren 90 en de eerste helft van de jaren 2000... Ja. Dan was de Chinese maatschappij veel vrijer dan die nu is. Ja, maar we hebben het over nu, hè? Ja, maar het punt is, het systeem heeft zich verhard, heeft zich geperfectioneerd... maar is ook onder Xi Jinping steeds dictatorialer geworden. Hm. Dus het is niet... noodzakelijkerwijze inherent aan het systeem, maar het is een onderdeel van de manier waarop dat systeem aan het evolueren is, nu dat er voldoende geld is, voldoende middelen zijn, voldoende sophistication van bestuurstechnologieën en dergelijke en andere technologieën, wordt dat steeds meer uitgerold. En de partij wil nu, in tegenstelling tot vroeger, ook steeds meer gaan controleren. Ja, maar het fundamentele probleem is dat er buiten die partij niets is. Nou, er is wel wat, maar dat wordt dat dus langzamerhand wordt dat steeds meer de nek omgedraaid. Ja, goed, de partij bepaalt altijd of ze wat meer ruimte bieden, tuurlijk, zoals in de jaren 80, 90, of dat ze die ruimte terugnemen, zoals vanaf 2013. En dat is precies hoe het werkt, maar dus 10 jaar geleden werkte het allebei de kanten op. Aan de ene kant... Ja, maar het punt... Maar laat me even uitspraken. Aan de ene kant... je moet mij laten uitpraken. Nee, absoluut niet. Het is een debatcentrum. Dan gaan jullie niet... Aan de ene kant dat je rode lijnen die de partij voortdurend kon verschuiven. Aan de andere kant waren die rode lijnen, omdat ze niet vastlagen, konden voortdurend getest worden door activisten en anderen. En dan ook weer geschoven worden. En dat laatste element verdwijnt. En nu zijn de rode lijnen ook alleen maar instrument van de partij geworden. En vroeger werkte het echt allebei de kant op. Dat was een spel ook. Ja, maar de partij was daarin de enige speler.
Nee, ook die activisten die speelden ook dat spel. En die probeerden dingen te doen die tegen die rode lijnen aanliepen. Om met het idee van als je dat doet, dan kan je ze steeds een stukje verder duwen. En dat werkte ook. Dat spel is over. Ja, maar ten principale bepaalde de partij de ruimte die ze daarvoor hadden. Ja, natuurlijk, maar dat staat ook zelfs in de grondwet natuurlijk. Ja, 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 dus buiten die partij is er niet zo heel veel. Nee, de bestaat is wel veel buiten de partij, maar de partij is uiteindelijk de toetssteen en finale arbiter. Ja. 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 Nou ja, en dat maakt dus dat mensen die tegen de partij ingaan volledig verschoot worden, om het zo maar te zeggen. Ja, maar ik denk inderdaad, sorry, onder Deng Xiaoping was er een belofte tot scheiding van staat en partij. En dus ook een belofte dat recht zou zijn zoals wij het hier kennen. En dat je dus inderdaad ook als activist, als je tegen iets aanbost, naar de rechtbank kan stappen. En als je kijkt naar het Chinese recht, de grondwet, maar ook andere wetten, er staat in dat iedereen een advocaat moet hebben, in de gevangenis recht moet hebben op bezoek van een familie, er bestaan een heel aantal mensenrechten die dat daarin zijn opgesomd. En voor een bepaalde periode was er mogelijkheid om je daarop te toetsen. En de partij zelf zei ook van ja, het recht is belangrijker en belangrijker. Dus je ging dat recht eigenlijk omarmen om die dingen te doen. Maar nu is sinds Xi Jinping 2018, die Communistische Partij stond al in de grondwet. Nu is het letterlijk in de grondwet geschreven dat de Communistische Partij leiderschap heeft over alles. Ja, en nu is er eigenlijk die samensmelting van staat en partij die meer en meer volledig... Het is meer dan samensmelting. De partij is nu echt ook niet alleen de coördinator en de stuurder, maar de partij gaat zelf ook steeds meer direct beleid uitvoeren. En dat is iets wat ik nog niet gezegd heb, maar het is echt superbelangrijk. Want voorheen was de partij altijd op de achtergrond. Dus die zette de regels, zette de strategie, bepaalde wat de rode lijnen waren of niet. Wat de speelruimte was voor iedereen, hoe de strategie in elkaar zou zitten. Nu is het zo dat Xi Jinping eigenlijk gezegd heeft, we vertrouwen die overheid niet meer. De regering vertrouwen niet meer. Dit zijn een stelletje slappe zakken, daar kan je niet op bouwen. We moeten zelf dingen ter hand nemen. En dus je ziet dat er steeds meer stuurgroepen georganiseerd worden door de partij voor bepaalde beleidsterreinen, waarbij de partij en de partijvoorzitter, meestal Xi Jinping himself, bepaalt wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Dat komt ook met een risico, want voorheen kon de partij zich altijd verschuilen achter de regering. Nu niet meer. Als er nu iets fout gaat, de corona fout was gegaan, was Xi Jinping persoonlijk verantwoordelijk gesteld. Daarom was het ook zo'n gok dat hij zichzelf in februari op de voorgrond zette. Dat zou zijn voorganger Hu Jintao nooit gedaan hebben. En dat is echt een groot verschil. Ja. Er is hier ondertussen nog een vraag. Zullen we die even doen? Ja, zeker. Ja. Ik had meer een... Nou, als vraag, ik zou graag nog meer willen horen over de samenhang, de dreiging die er komt van professor Pieke. De dreiging van professor Pieke? Ja, u noemde dat, de dreiging die er aankomt. Vind ik interessant en nog als antwoord op de vorige vraag. Ik verbaas me dat er vanavond al meer dan 1 miljoen Oeigoeren is genoemd. Er is sinds vorige week donderdag bekend in de internationale media, maar helaas niet in de Nederlandse media doorgedrongen, dat het om 8,7 miljoen Oeigoeren gaat. Er is sinds 2014, ieder jaar zijn er 1,29 miljoen Oeigoeren vastgezet in de concentratiekampen, CQ in de werkkampen. Dus we zitten nu langzamerhand dicht aan tegen wat we 75 jaar geleden in Duitsland hadden. Ik weet niet waarom... Dat laatste weet ik niet. Ik heb dat ook gezien. Ik heb alleen eens voorbij zien komen. Dus ik kan er nog even geen mening over hebben over dit nieuwe cijfer. Er is heel... Sinds 2017 zijn er allerlei cijfers over het aantal Oeigoeren in die kampen, heropvoedingskampen, laten we ze zo toch maar even noemen, naar voren gebracht. Op een gegeven moment was het cijfer was dat er op enige tijd ongeveer totaal 1 miljoen mensen wel eens met die kampen in aanraking zou zijn geweest. Dat was het feit waar we in 2018 eigenlijk mee werkten. En nu is het steeds meer, nee, er zitten echt 1 miljoen mensen in die kampen. En nu horen we, er zitten 8,2 mensen nu in die kampen. Dat is de helft van alle Oeigoeren in Xinjiang, ruim de helft. Ik vind dat wat erg kras. Ik kan dat bijna me niet voorstellen alleen als een logistieke operatie. Maar goed, Ik reserveer nog even een definitief antwoord, want het is te vers als het ware, dit feit.
Ik heb een vraag over een onderwerp dat tot nu toe vanavond niet aan de orde is gekomen. Maar wel, denk ik, misschien een stille gamechanger op termijn. En dat is de vergrijzing in China. Ja. Die vergrijzing gaat heel erg hard. Vooral door de één-kind-politiek die de afgelopen decennia is gevoerd. Het heeft onder andere geleid tot een tekort aan vrouwen, begrijp ik, in China. En op termijn ook, denk ik, een tekort misschien aan goedkoop arbeid. En dat zou een probleem kunnen zijn voor het fundament van die economie, een soort van fabriek van de wereld. En ik denk een ander probleem op termijn kan zijn dat natuurlijk een bepaalde generatie oudere mensen, oudere Chinezen, uitsterven. En daarvoor in de plaats steeds minder jongeren komen die wel iets meer openstaan om te communiceren met de rest van de wereld, ondanks de censuur. Dus kan die vergrijzing, wat is een vraag aan beide heren, zien zij dit ook als een stille gamechanger op termijn? En hoe ziet de partij dit? Zal ik? Als je het over een gamechanger hebt, dan wil ik wel weten wat je bedoelt, welke game je het over hebt eigenlijk. Ik denk de game waar ik denk misschien een deel van dit publiek, ik zelf maak me een beetje zorgen over de verschuiving van de macht in deze wereld. En dat zie ik als een soort van game. Daar kun je anders tegen aankijken. En je ziet nu natuurlijk de opkomst van China, daarom hebben we deze reeks debatten. Met de game bedoel ik dus die verschuiving van de macht van de westerse wereld naar China. En nu begrijp ik wat je bedoelt. Ik loop dit al 20 jaar te roepen. En niet alleen ik, maar heel veel Chinese demografen lopen dit sinds 2000 op zijn minst al te roepen dat de één-kindpolitiek eigenlijk op de keper beschouwd rampzalig is voor China. Het heeft, zoals noodzakelijk eigenlijk het geval is, heeft het geleid tot een waanzinnig vertekende bevolkingsopbouw. En dat begint nu echt zijn consequenties te hebben. En dat kon je letterlijk uittekenen in bevolkingspyramides. En dat heeft men tot 2012 en eigenlijk tot 2015 genegeerd. En nu is het gewoon te laat, want nu zal het gewoon zijn beslag moeten krijgen en verder uitspelen, inderdaad. Het is niet zo dat een land zoals China per definitie haar macht of haar opkomende macht zal verliezen omdat haar bevolking heel erg sterk vergrijst of kleiner wordt. In principe zijn er dingen die daarvoor in de plaats kunnen komen. De vraag is alleen, gaat men dat doen? Bijvoorbeeld inzetten op lange termijn, met name op een economische structuur die steeds minder arbeidsintensief is. AI. Dus dat is één van de dingen waar ze heel erg op inzetten, maar doen ze dat eigenlijk wel genoeg en op de juiste manier? Dus dat is gewoon een vraag. Maar in principe is dat een gedeeltelijke oplossing. Een andere oplossing is natuurlijk, behalve dus de Dr. Mengele-achtige oplossingen waar we het niet over zullen hebben, is bijvoorbeeld immigratie. Ja, dat is mijn stokpaardje. Als je dus te weinig mensen hebt in een land, dan moet je zorgen dat je ze uit het buitenland haalt. Amerika doet al eeuwenlang speelt dat spel en dat werkt nog steeds uitstekend voor Amerika. Dat is een van de belangrijkste redenen dat dat land zo machtig is en blijft, omdat er gewoon heel veel mensen uit het buitenland voor je naartoe komen die echt sterk bijdragen aan economische groei en versterking van de maatschappij enzovoort enzovoort. Ten koste van Europa bijvoorbeeld, maar ook ten koste van China en India. En China die weigert dat eigenlijk te doen. Ik heb best heel veel onderzoek gedaan naar immigratie in China. En het is heel erg duidelijk dat men zegt, immigratie is oké, maar alleen voor bepaalde specifieke beroepen en skillsets en niet meer. Dus ja, mensen met hoge opleidingen, mensen die we echt nodig hebben, die willen we wel toelaten. Maar massa-immigratie, dat gaat niet gebeuren. En dat negeert het feit dat de problemen, de economische problemen, ook juist zitten in laag opgeleide beroepen. En je ziet al grootschalige illegale immigratie naar China toe, vanuit Vietnam, vanuit Bangladesh bijvoorbeeld. Natuurlijk ook in veel mindere mate vanuit Afrika tot op zekere hoogte, Latijns-Amerika. Maar met name Bangladesh en Vietnam zijn belangrijke bronnen van met name ook illegale ongeschoolde arbeid.
Maar daar wordt juist heel erg sterk tegen opgetreden, want men wil de essentie van de Chinese maatschappij en het Chinese volk niet te veel verdunnen. Om maar even het in nationaal-socialistische termen te gieten. Een soort Japan ook, hè? Japan, ja, nou, Japan dat... is nu wel een beetje overstag, maar veel en veel en veel te laat natuurlijk. Ja. Toch bleek bij de uitbreek van de coronacrisis dat een hele hoop buitenlandse arbeiders niet terug konden komen naar China. Wat een enorme strop was voor de productieopstelling. Zeker, zeker. Maar dat ging dus voornamelijk om hoogopgeleiden. Hè? Dus westerlingen met name. Ik dacht ook lager opgeleide arbeiders. Ja, natuurlijk. Maar de echte strop zit natuurlijk in het feit dat je die hoger opleiding niet terug kan hebben. Die lager opgeleide, die komen eigenlijk alweer terug. Want dat is ook illegale immigratie. Ja, die kunnen niet weg. Dus het zijn mensen inderdaad die uit Vietnam komen, die de grens oversteken, helpen met de oogst bijvoorbeeld in de naburige provincie. Of helpen in de bouw in Kwantung. En dan na een paar maanden weer teruggaan of zelfs na een paar weken. Ja. Stijn, heb jij nog specifieke gedachten rond het thema vergrijzing? Nee, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Denk jij dat de jongere generatie, zoals de vragensteller impliceert, meer open staat voor andersdenkendheid, diversiteit, pluriformiteit? Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Nu, je ziet wel op thema's zoals... LGBT, de jonge stedelijke bevolking daar wel veel meer mee is dan de oude grijzaars die het voor zich hebben binnen de Communistische Partij. Dus dat in die zin, ik als activist, je voelt dat de maatschappij echt wel verandert, maar dat de Communistische Partij niet altijd mee is. Dus je zou wel kunnen denken van oké, eens dat die volgende generaties er aankomen, dan zal er ook wel verandering op dat gebied aankomen nu. Ja, langs de andere kant, het is altijd moeilijk, zoals ook Fan Wenxin zei in het begin, echt een poll te doen naar hoe mensen denken. De Chinese ambassadeur bij de EU, die had gisteren trouwens een gesprek met het Europese parlement. En hij haalde daar een studie aan van Harvard, die zei dat de tevredenheid van de Chinese bevolking alleen maar is toegenomen voor de Chinese regering. Dat kan zo zijn, maar ik denk dat het wel samenhangt met het feit van als het goed blijft gaan, die economische groei, dan blijft het ook goed voor ons gaan. Tegelijkertijd denk ik dat je ook wel moet zien dat buitenlandse nieuws dat er binnenkomt en die filter dat er wordt opgezet. Ja, vanuit Europa hebben wij ook niet altijd een zeer mooi beeld of zo van democratieën. Als je hier kijkt naar de vluchtelingencrisis, dat is verschrikkelijk hoe dat die wordt aangepakt. En dan geef je eigenlijk geen boodschap van, mensenrechten respecteren is heel goed. Dan geef je eigenlijk ook een boodschap van, als het ons niet uitkomt, dan doen we het niet. Dus dat is eigenlijk ook iets wat in die hele discussie zit. Van, we willen een wereld vol mensenrechten. En dat zeggen we ook vanuit de EU, vanuit Nederland. Ja, dat houdt eigenlijk ook in dat we zelf moeten werken daaraan. En dat we eventuele kritiek van China ook moeten benaderen. Zoals wij willen dat China onze kritiek benadert. Dus in die zin denk ik wel van ook bij jongere generaties die in het buitenland hebben gestudeerd. Dat zijn dingen waar je echt mee moet rekening houden. Ja. En ook zeker wanneer dat komt op diversiteit bij ons, Chinese studenten die hier komen, dat is niet noodzakelijk dat die hier met open armen worden ontvangen. Nee. Er is ook een bepaalde kijk tegenover mensen met een andere afkomst hier. Dus als je hier komt, dan is het niet noodzakelijk zo dat je hier een geweldige tijd zal hebben van ongelooflijke vrijheid. Dan kan het even goed zijn dat je gewoon wordt nagekeken, tijdens de coronacrisis begint toch wordt uitgescholden en met allemaal liedjes wordt belachelijk gemaakt. Dus in die zin denk ik ook niet dat we moeten denken dat we hier een utopisch leven leiden voor de gewone Chinees of zo. Er is ook heel wat mis. Ja, is ook zo. Heel kort, want ik heb daar nog een vragensteller. En ik denk dat er nog tijd is voor één vraag. En waar deze komt dit vandaan, Sarah? Achter jou. Ik had deze meneer al beloofd, maar het is 9:50. Dus we moeten na deze vraag denk ik afronden. Maar mag ik dan nog één ding even zeggen? En dat is het volgende. Als u een korte vraag heeft, Heeft u een korte vraag?
Maar mag ik eerst nog even één opmerking maken? Ja, namelijk wat jij namelijk net zei, dat benadrukt voor mij nogmaals dat het met het dossier mensenrechten niet gaat op een strijd tussen autoritaire regimes en democratische regimes. En dat discours moeten we echt vermijden. Een democratisch land, een democratisch systeem is net zo kwetsbaar voor mensenrechten schendingen als een autoritair regime. Het enige voordeel dat we hebben, en het is heel groot, is dat we naar de rechtbank kunnen gaan om er iets aan te doen. Ja, ik zou het niet willen onderschatten. Nee, absoluut niet. Oké, okay, goed. Ja, ik wil nog even naar de driehoek tussen China, Europa en mensenrechten. Wat zouden wij het graag hebben als Europeanen dat we iets zouden kunnen doen aan de individuele of aan de grote groepsrechten van mensen daar? Maar wij worden uit elkaar gespeeld of wij zijn het niet met elkaar eens. Maar droom nou eens even. Stel je nu eens voor dat wij inderdaad morgen een Europa zouden hebben waar we met één stem zouden kunnen spreken. En we zouden tegen China kunnen zeggen, China, als je dit niet doet, dan krijg je dat niet. Ik vraag mij af, zouden wij dan voldoende macht hebben? Want kan China zich wel permitteren om ruimte te geven? Om ruimte te geven aan kritiek en mensen niet met allerlei methoden te onderdrukken? Kan het systeem dat wel aan? Dus ik vraag me af, zou het echt maar zo zijn als we al de macht van de wereld zouden hebben om het te bewegen? Gaat het dan wel gebeuren? Ik geloof het niet. Ik denk dat u daar zeker een punt heeft, dat de Communistische Partij zich niet zwak wil tonen, ook niet tegenover de eigen bevolking, en zich een gezicht moet kunnen blijven geven, heel belangrijk ook binnen de Chinese cultuur. Langs de andere kant denk je dat er niks mis mee is om een zekere soort van verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde policies. En dat eigenlijk ook op een open manier te bediscussiëren. Dat is een groot probleem, vind ik, met die dialogen en die gesprekken dat tussen de EU en China gaan. Ja, China voert geen open dialoog. Die zegt van ja, het is zo en niet anders. En als er dan een vraag is van oké, mogen wij dan met een onderzoeksteam naar Xinjiang gaan om dat te bestuderen, is het antwoord van nee, dat mag absoluut niet. Dus ja, het is eigenlijk van oké, als je een gesprek wil hebben, en China zegt altijd, wij hebben een open gesprek, iedereen moet China leren kennen. Ja, dat betekent dat je ook moet openstellen tegenover de anderen en dat je daarover moet kunnen praten. En dan moet dat niet direct zijn van jullie moeten dit en jullie moeten dat, maar ja, er moet wel een soort van verantwoordelijkheid komen van ja, oké, wij moeten dat hier wel kunnen uitleggen en we moeten daar ergens wel rekenschap van kunnen geven. En er is misschien een heel laag doel gesteld. Ik zou natuurlijk willen dat China van deze op de andere helemaal anders gaat functioneren, met respect voor mensenrechten. Maar ik denk dat we daarop moeten zitten van ja, China, toon ons dan dat je die dialoog echt wilt. En dat je die verantwoordelijke grootmacht wilt zijn die dat je zegt te zijn. En daar, denk ik, heeft de EU op dit moment wel een soort van leverage. Van oké, je stelt ons dit agreement voor volgens de internationale rechtsregels. Toon dan dat je je eigen recht op het gebied van de mensenrechten respecteert. Want als je dat al niet doet, hoe moeten wij jou dan vertrouwen? Alleen, ik denk dat daar nog mogelijkheden liggen. Oké, dank je. De laatste vraag. Dank voor een interessante debat. Eén land of provincie, hoe het bekijkt, die niet genoemd wordt, is Taiwan. En ik vroeg me af wat de panelleden denken dat stel dat China toch overgaat tot het overnemen van militaire actie. Dus dan heb ik niet over digitaal cyberware, maar andere warfare, maar iets anders. Hoe zou de andere landen van de wereld moeten of niet daarop antwoord geven? U zei, had een korte vraag, hè? Ja, de vraag is kort, maar het antwoord is lang. Ik kon het ook in één woord samenvatten, nou, Taiwan. Ik denk dat de Verenigde Staten onder de huidige regering oorlog zou verklaren aan China. Daar ben ik heilig van overtuigd. Met zoveel haviken die rond Trump heen vliegen, is dat denk ik onvermijdelijk. Of dat goed is, is een tweede. Ik ben zelf wel een grote fan en supporter van Taiwan. En ik denk ook eerlijk gezegd niet dat China Taiwan zal binnenvallen.
dat zou echt een daad van wanhoop zijn. En dan, daarom ben, is ook een van de redenen dat ik heel, heel kritisch ben over de manier waarop Amerika het dossier China aanpakt. Ja, want hoe meer je China tegen de muur drukt, hoe meer die kat een rare sprong gaat maken. En Taiwan is de raarste sprong van allemaal. Als dat gebeurt, denk ik dat we echt oorlog krijgen, eerlijk gezegd. Okay. Echte oorlog, hè? Ja. De consequenties voor de mensenrechten, Stijn? Is... Nou ja, dan gaan er heel veel mensen dood achter. Ja, maar u heeft geen microfoon meer. Dat is het democratisch centralisme wat we hier plegen. Ik denk dat we het even... U kunt niet zonder microfoon, meneer. Wacht even een seconde, want anders de mensen die thuis al de stofzuiger aan het opbergen zijn, horen dan helemaal niks. Derde pilsje optrekken. Heel korte reactie, maar zoals u het stelt, kan men het begrijpen alsof de Amerikaanse regering dan antwoordt met een oorlog en de oorlog is dus de schuld van de Amerikanen. Nee, sorry, dat bedoel ik helemaal niet. Ja, nee, precies. Nee, dan nee, vraag ik voor duidelijk. Nee, de schuldvraag hier is niet relevant. Het zal gewoon gebeuren. Oké, okay, Stijn, heb jij nog behoefte om daar iets aan toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Ja, in dit tijdsbestek. Ik denk sowieso spreken wij daar als Amnesty Internationals ons ook niet over uit. Het gaat bij ons over de mensenrechten, die geopolitieke vraagstukken. Die horen daar natuurlijk bij. We zullen zien waaruit er komt, maar ik ben op zich ook niet zeer optimistisch gesteld. We hebben nu allemaal gezien hoe snel het kan gaan bij Hongkong. En dat was verschrikkelijk op het gebied van de mensenrechten. En dat wil niet zeggen dat dat niet nog eens kan gebeuren. Nee, oké, okay, goed. Nou, dankjewel. Ik heb voor u zo nog goed nieuws overigens, hoor. We moeten het nu even kort houden, maar er komt nog een herkansing. We moeten het hierbij laten. We zijn 2 uur bezig, wat ik verschrikkelijk lang vind voor de zaal. Maar zeker voor de mensen thuis, die misschien al in de tweede remfase liggen. Dus dat weten we allemaal niet, want we weten niet hoeveel mensen er kijken. Maar u in ieder geval zeker ook, maar dan moet ik me ook omdraaien, de mensen achter mij. Bedankt voor uw inbreng en uw aandacht. Dat geldt ook voor de mensen hier. Ik hoop dat u veel heeft opgestoken en dat u het de moeite waard vond. De Bali Debatcentrum, dat was het niet echt, maar het was ook eigenlijk niet onze insteek. Het was ook om heel veel informatie over tafel te gooien en dat is gebeurd. Veel dank aan de sprekers voor hun aanwezigheid en uitgebreide, zeer deskundige toelichting en toch ook genuanceerde kijk op de zaken. Veel dank ook aan Fan Wenjin in Hongkong, die nu zeker in zijn derde remfase verkeert. Dat kan niet anders. Veel dank ook aan Zara en haar collega's van de techniek, die toch onder moeilijke omstandigheden dit weer keurig voor elkaar hebben gebracht. Heel veel dank. Op 9 november, en nu komt voor u het goede nieuws, vindt het de slotbijeenkomst van die drieluik plaats. En die zal gaan over China in de internationale situatie. En dan kijken we ook naar de regio, ook de regio zelf. En dan komen zowel Taiwan als ook Hongkong komen aan bod naast de verhouding met de Verenigde Staten en de EU. Maar zeker ook aandacht voor wat China via de Belt Road doet in landen of in continenten als Afrika. Dat vindt plaats op 9 november. Dat is dus de afsluiting van die drieluik. Het programma zijn we mee bezig. Dat maken we bekend op onze site, lijnasiacenter.nl, en ook uiteraard op die site van de Bali. Onder de 1,5 meter samenlevingsomstandigheden, voorwaarden, regulering van de Communistische Partij Nederland hebben wij een bar open, Sarah, toch? Dus de gewone bar, 1,5 meter afstand. U moet eerst uw mond desinfecteren en dan doen wij de glazen. Geen drankjes delen. En het is ook allemaal nog eens een keer op eigen kosten. Maar u bent desalniettemin van harte welkom. Heel veel dank, met name ook aan onze sprekers. APPLAUS